You're listening to the fuck! -cast. fuck -cast. Het is vandaag maandag 13 februari, maar eigenlijk is het, hey. din eigenlijk is het dinsdag 14 februari. Valentijnsdag. En Ho. daarom spendeer ik die met Amélie Albrecht zeker wel. Ja. <laughs> Natuurlijk. Wie anders? Nee, uh, ik kreeg deze ineens in mijn kop. om het over romantische comedies te hebben. Uh, vorige week. En uh, Amélie Albrecht zei. Uh, dat is bij mij. <laughs> Amélie Albrecht is. Uh, kent niks van film, zegt ze altijd zelf. Maar romantische comedies, daar kent ze iets van. Die heeft ze allemaal gezien. Alles. Alles. <lacht> <lacht> uh, uh, ja, dus dat is, dat is jouw favoriete genre In film Dat, dat kijk je gewoon graag. Ja, ja. Ik vind altijd dat... of nog, nog altijd? Of is dat echt een soort periode geweest? Goh, dat is sowieso een periode geweest. Als ik tiener was, gelijk bij iedereen, denk ik, alleen toch, meisjes. Ja. Om het zo even. Maar ja, nee, ik, ik, als ik een film wil zien, gewoon om wat in de zetel te zitten en niet iets nieuw of zo. Ik zet dat altijd terug op wel, wel zo. Ik heb onlangs naar Bridget Jones nog eens gekeken, ja. Ja, voilà. Zij hebben ja. wel mijn go-to's. Uh, ja, want als ik in de zetel zit, wil ik gewoon ontspannen. En wil ik gewoon... Snap ik. Voilà. Snap ik. Hey, en, en zijn er bepaalde parameters die een romantische comedie moet hebben voor jou, die, die, die het, uh, waar, waardoor ze dan wel dat zijn, of dan wel dat jij dat goed vindt? Zo van de pot gerukt als mogelijk, vind ik ah, ja. het fantastisch. Zo fantastisch ja. mogelijk, vind ik de max. Zo dat ik ook van in de zetel kan zitten en, en zeggen zo... Oh, <laughs> <laughs> Zo'n beetje gaan zagen zo. Dat kan toch niet. Brr, brr, brr. Ah ja, dus dat het ook echt een beetje raar is. En niet te realistisch. Tuurlijk, tuurlijk. Dan moet het wel goed erover... Allee, erover zijn. Ja. Dat vind ik maar wel. Ja, de, ik vind wel. Uh, 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 wat voor mij belangrijk is in dat soort films. Is dat die uh, personages. Ze moeten wel ook echt chemistry hebben. Hè? Ze moeten wel een klik hebben. Ja, ja. Ander, anders Soms dan. Raar. Ja, hè? Ja. Uh, 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 dat vind ik wel. Ik vind wel inderdaad. Uh, uh, als die twee hoofdpersonages die, waarvan ik denk, ja, ik weet het niet goed of die nou eigenlijk wel samen zouden zijn, ja, dan geloof ik het niet. Maar dan is het ook weer funny. Dan is het ook wel een beetje funny, ja. Ja, ja ik heb, we hebben een lijst gemaakt en daar zitten wel een paar. Ik bedoel, uh, Julia Roberts komt wel veel terug. Ja, ja. Uh, 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 Want we beginnen gelijk. Uh, ik heb uh, het aan het publiek gevraagd. Die hebben een aantal uh, gegeven. Ja, die een aantal. Ik, heb, uh, ik had in totaal 57 verschillende films. Ja. Uh, maar we hebben de top 15 gemaakt. Van, van de, de die de meeste stemmen uh, gekregen hebben. Uh, uh, jij hebt de top 5 gemaakt. Ik heb de top 3 gemaakt. En die heb ik er ook in gestoken. En dan zijn we tot de top 15 gekomen. Uh, hij ligt hier naast me. En de nummer 15 uh, is ook door jou erin uh, gekomen. En uh, is er een met Julia Roberts. My Best Friend's Wedding staat op een nummer 15 van de... Romantische yes. comedie top 15. Vertel wat er zo goed is aan My Best Friend's Wedding. Het is wel heel lang geleden dat ik die heb gezien. Ah ja. Maar ik vind... Uh, dat, goh, ik, ik moet nu ook al denken hoe dat, hoe, dat, allee, hoe dat nu weer gaat, weet ik wel. Maar dat is zo... Van in het begin dat het, dat zo, is het zo al kei duidelijk. Hoe moet ik dat zeggen? Dat die twee geen echte vrienden zijn. So, ja, 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 ja. ja. Zo, niemand heeft zo'n beste vriend. Ik geloof in vriendschappen tussen man en vrouw, hè, maar dat is zo. Nee, je gaan niet elke fucking dag samen cake halen. Wie doet dat? Alleen zo, zo nee. die toestanden. Dan, Als die man ja. heter is, no way in hell. <laughs> nee, het uh, 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 gaat over Julia Roberts, die is bevriend met uh, 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 Dermot M Mulroney, een hele mooie man. En die, gaat, uh, die wil trouwen met Cameron Diaz. Wat natuurlijk een heel, heel, heel mooie vrouw is. Maar dat dan... is dan ook zo. Een poppetje. Ja, en voorover, uh, ja, een soort Zo. Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik kan het moeilijk uitdrukken. aan een Een trutje, hè? Maar dat is wel vaak. Het is, is de andere vrouw. Een blonde, te mooie. Ik heb dat, dat net ook in een andere film ook zo gezien. Door een puttebuil zo, ja. zo? Ja, ja. Het ja, ja. zij is ja. zomaar. Zij wat. Uh, 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 de, de, de vrouwen in romantische comedies zijn vaak ietsje menselijker en ietsje. mooie vrouwen, altijd natuurlijk, maar ook ietsje. Uh, 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 losser en uh, uh, goofy, een beetje. Ja, 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 ja inderdaad. Dus, uh, voilà. Maar die had jij ook op nummer vijf gezet. Dus ja, dat is ook een die, die waar je naar teruggrijpt. Moeilijk. Ja, absoluut. Ja, een toffe... Ik kan moeilijk zeggen waarom eigenlijk. Pff. Ja, ja. dat is gewoon een die ik regelmatig heb teruggekeken. Dus... Ja. Ja, ja, het zijn ook. Hè, die Julia Roberts is natuurlijk. Ja, die doet dat gewoon goed. Die is daar gewoon goed in. En Cameron Diaz. Je hebt uh, Rupert Everett. Die kennen we ook. Uh, wacht hè. Uh, waar kennen we die nou van? Wacht, ik zoek hem op. Ja, Rupert Everett kennen we. Dat is de best the gay friend zeker. Rupert Everett. Ik uh, denk het. Uh, uh, ja, dat is ook een hele goede acteur. En dan heb je Emmett Walsh. Er zitten ook gewoon echt heel veel. ...andere goede acteurs in. Uh, ja. Uh, en ja, dat was... in 19, film uit 1997... ...daar waren de, de hoogtijdagen ...van Julia Roberts. Want eigenlijk, nu zie je die niet zoveel niet meer, hè? Nee. Afgeschreven, hè. Veel te oud. Ja, te oud, zo gezegd. Maar <laughs> ik denk dat dat nog altijd een mooie vrouw is, hoor. Ja. Ah, ik denk dat ze nu een, film, een romantische film heeft... ...met George Clooney. Uh, van vorig jaar. Ticket to Paradise... Dat ze getrouwd is met George Clooney of zoiets. En een Divorced Couple. En... Ik heb hem nog niet gezien. Niet gezien. Maar, die, maar die trailer zag er wel goed uit. Dat zag er wel dacht van ik: ja, ik wil hem misschien nog wel zien. Dus, dus ja. ze maakt nog wel altijd films. Ja. Voilà, dat was nummer 15. We gaan razendsnel door. We, we, we hebben er vijf, maar gooien we de rond maakt niet uit. Op nummer 14 uh, uh, die staat, die stond bij mij op drie. Want dat vind ik een beetje. Dat is voor mij de archetype romantische komedie. zo de, Even de eerste die ik zag. En ook echt goed vond, is uh, Four Weddings and a Funeral. Schandalig lang geleden dat ik die heb gezien. Ik had hem eigenlijk moeten bekijken voor de podcast, maar ik heb het niet gedaan. Ja, dat is bij <laughs> mij nou ook wel even uh, uh, geleden. Maar ik vind, uh, ik vind het, uh, het idee slim, hè? Dat, je, dat je weet dat er zijn vier trouwen en een begrafenis ja. Ik vind de personages goed. Uh, ik vind die, uh, ja, die man, die, die, die acteur, die John Hanna. Uh, ik vind Christus Scott Thomas een heel mooie vrouw, waar die ook zo uh, op verliefd is. Uh, uh, hè, maar die ook iets mee heeft, maar dan ja, altijd niet, die, die duckface zogezegd zo gezegd uh, is. Ja. Uh, uh, en ik vind dat Zotte, zotte vriendinnetje die, die zo raar is, die doet daar heel goed. Het zijn allemaal. Het is, en dat is uh, uh, gemaakt door Mike Newell. En die Richard Curtis, de man die dat geschreven heeft, ja, die is, dat is ongeveer de meester. Want die heeft deze en nog. Ik denk drie andere films die we gaan tegenkomen, geschreven. Bedankt. Apparaden, allemaal met Hugh Grant. Ja, de Hugh Grant-dinges. Daar even over, ik begrijp het niet. Ah, Daar nee? Ik een lelijke man noemen, maar ik snap niet dat mensen zo... Ja, dat dat zo'n hunk is of zo. Die zijn ogen staan op een ja. ander niveau, hè. Zou ogen zelf een beetje zo... Nee, nee ja. niet, niet zo. Die ogen staan letterlijk... Die heeft een hoger en een lager oog. Ja. Die, Alleen zo, ik, en sinds dat ik dat heb gezien, ik kan ik het nu meer niet zien. En... Ja, maar jij gaat nou toch niet zeggen dat we iemand met een lui oog die aantrekkelijk mogen vinden. Maar nee, het is gewoon het hoogteverschil. <laughs> nee, maar ik denk dat er eigenlijk wel een mooie man is, maar niet helemaal. En dat daar juist zo aantrekkelijk aan hem is of zo. Ja, ik weet zo het kunnen. niet. kunnen, moet altijd wel een hoekje af. Zijn, ja, dat, er zo, dat ja. hij zo, en hij is natuurlijk ook altijd zo'n beetje onhandig, maar toch wel charmant. Ja, Hugh Grant kan heel goed Hugh Grant zijn, hè? Ja, ja, gelukkig. Ja, godzijdank. Maar uh, <laughs> ja. Uh, voor, voor mij is Voor Weddings and Funeral... Ik weet nog dat ik daar... Uh, ja, dat is van 1994 en ik heb dat in de cinema uh, gezien. En voor <coughs> mij was dat zo de, de archetype. Uh, uh, en al die, die rabatische comedies die daarvoor en daarna komen... Die zijn een beetje ook oh, daar of zo. Die, 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 die hebben ja. diezelfde feel. Hè? We, we komen nog, uh, nog een aantal tegen zo meteen. En die, 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 dat zijn de vervolgende erop of zo. En voor mij is ze... Uh, uh, For Ways and a Feudal, dan echt wel... Uh... Ja, ik vind gewoon het idee dat de titel... Ook het dat is geloof... wel leuk. Ja. Dat vind ik daar ook wel heel tof aan, dat is waar. Zeker en, wel. Dat is vormelijk ook gewoon goed bedacht. Uh, uh, dat je, dat je... Ja, en Andy McDowell... Uh... Nou, hij is toch Andy McDowell, hè? Ik ben toch niet... Weet je? Dat is toch Andy McDowell, hè? Je uh, dat? Uh... De, het, het, ja, ja, Andy McDowell is het meisje. Ja, die komen we zo meteen ook nog in een andere film tegen. Dus dat is ook iemand die in meerdere van dat soort films... Gespeeld heeft. Ja, daar is, is ook een beetje een soort Julia. Uh, uh, Julia, Julia Roberts uh, achter uh, vrouwen, ja. vind ik. Ja, zeker. Ja, die komt nog eens terug. Ja, die komt nog, ook nog eens terug. Ja. Voilà, Forward Is at a op nummer 14. Op nummer 13, en die heb ik echt net zitten. Maar die had ik al eens gezien, maar die heb ik net zitten herbekijken. Oh wel. Dat is About Time. Nu komt er een film en ik, ben, ik heb die nog nooit gezien. Alright. Nee, ik heb hem ook niet op DVD. of... Ik ben nu niet zeker of ik hem op DVD heb, maar ik, ik heb hem nog nooit gezien. Wel, dus die is ook geschreven door die Richard Curtis, door diezelfde Britse gast. En het is ook weer een Britse gast met een Amerikaanse vrouw. Dus dat is altijd zo'n beetje dezelfde vibe. Alleen hier zit een, ja, een soort onrealistisch sci-fi dingetje aan. Het gaat over eigenlijk de relatie tussen uh, die, uh, die Dominic Gleeson, die gasten, uh, ja, die speelt ook in, de, in Star Wars, speelt hij de slechterik. Uh, ...en Rachel McAdams... ...en die, en die uh, zijn een koppel... ...maar hij heeft een soort superkracht... ...dat hij terug in de tijd kan gaan... ...dus als er iets misgaat... ...kan hij uh, het, re okay. het recht zetten... ...maar dan wordt, heel, dan wordt mondjesmaat gebruikt... En, ...en zijn vader wordt gespeeld door Bill Nye ...en die komen ook nog in een andere film tegen... ...maar Bill Nye is zo'n oude gast... ...die is altijd een beetje grumpy... ...en die, ja, die vreet elke scène op... ...dat is zo'n leuke acteur... Uh, uh, die dat ook even dat is een soort van vader op zoon uh, superkracht die, die, die wordt doorgegeven. Dus die vader moet het dan uitleggen: ja, zoon, je bent 21 en nu, ja, je kunt reizen in de tijd. Oh, uh, nou, af en... voor een romantische komedie. Ja, gezegd. ja, voilà, dat is zo. Ik dat vind zo... Een andere film die zoiets heeft. En ah, daar ik... hou ik wel van. Dat het inderdaad zo uh, uh, het, 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 Want uh, het gaat eigenlijk niet over: gaan ze elkaar vinden of krijgen? Het gaat meer over hoe gaat zijn leven ontwikkelen. En, kan, en wat gaat hij rechtzetten. Dus dat is, dat is wel boeiend. Het is echt wel dat is echt ja. een, een, een beetje een andere, een andere vibe. En het is grappig. Er zitten een paar goede scènes in. Alle, act, alle acteurs zijn goed. Die, die, uh, die uh, vrouw die de moeder speelt. Wacht, die moet ik ook even opzoeken. Want dan weet ik niet uit mijn hoofd natuurlijk. Die vrouw die de moeder speelt is ook zo'n actrice. Zo'n Britse actrice die ik al honderd keer gezien heb. Dat is uh, Lindsay Duncan. Ja, whatever. Maar dat is een, een zeer goede actrice. En die speelt zo. Die speelt zo, een moeder die gewoon altijd alles zegt wat ze denkt en over, over eerlijk is. En die doet haar keigroep. Maar die Bill Nye, ja dat is een vader. En die wil je ook, die wil je ook echt knuffelen. Die is ook echt. Uh, ja. About time, zeer goed. En ook Hij van de Richard Curtis. Dus dat is al de tweede Richard Curtis-film. En we zijn er maar bij dertien. <laughs> uh, dan is het op de twaalfde plaats. Crazy ja. Stupid Love. Maar ik, nu wil ik zeggen, dat is mijn favoriet. Maar ja, die stond niet eens in mijn top 5 Nee, maar toen ik hem doorstuurde... Toen had je gezegd, ah oh, shit. Die was je zomaar vergeten, zomaar. Precies. Ja. Dat is de enige romantische komedie dat echt mij heeft kunnen verrassen met zo'n plot twist. Ik had dat echt niet zien aankomen. Maar mag ik dat nu zeggen? Of... Jawel, dat mag dat zeggen. Het is spoilers, had... jongens. Ja, hoor. Ik had dat echt niet zien aankomen dat, dat, uh, dat Emma Stone dan de... dat zijn dochter was. Ja. Ja. En ik vond dat geniaal. Ik moest echt heel hard lachen. Ja. Die scène is hilarisch. Allee, Steve... als alles er misgaat... Steve Carell, Ryan Gosling, Julian Moore, Emma Stone. En Emma Stone is samen Ryan Gosling. En, Ryan... en Emma Stone is de... Ryan Gosling is de player. Steve Carell probeert uh, als oudere man uh, vrouwen te haken En Ryan Gosling neemt een beetje onder zijn hoede. En is tegelijkertijd met zijn dochter aan het aanpappen. En uh, ja, dat, zit... dat, is... dat is... Ook daar weer... Uh, 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 voor een romantische komedie waarvan je denkt van nou ik ken al die verhaaltjes wel een heel origineel verhaal ja dat is zo waar en ja Emma Stone zot 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 van hè die ja. zit ik zo graag bezig ja die is, die is ja die is uh, ja, die is altijd goed hè die ja. is uh, de, ja die, 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 die heeft ook uh, want ja jou, jou, we hebben die ook uh, bekeken, bekeken hè Easy, A, Easy jou, A ja daar is die ook fantastisch goed in ja uh, ik heb lala La, La wel nooit gezien. Heb jij dat wel gezien? Ik ook niet, nee. Want ah. ik ook aan het denken, want dat is ook dan met Ryan Gosling. Um, maar ja, nog niet gezien. Nee, ja, dat is ook een musical. Dat vind ik al direct een heel stuk... Uh, <laughs> Minder interessant. Een heel stuk lastiger, uh, ja. Maar, <laughs> maar dit is wel echt... Ja, Steve Carell is ook altijd leuk, hè. Dat is ook altijd ja. een die wordt ik uh... wil die zo'n knuffel geven. Ja, hè? Eigenlijk had je gewoon een knuffel nodig. Ja, die zo kun je veel van die films oplossen. Door alles <laughs> gewoon uit te spreken of iemand een knuffel te geven. Uh, maar is toch, in die film, dat ze ook met die David Lindhagen. Dat valt ook zo verschillende keren. Is dat nu die vrouw die daarmee, uh, hem daarmee bedrogen heeft? Ja, dus ja, zo... Kevin Bacon is dat. Dat is oh, Kevin Bacon. Man, ja, ik, uh, die vecht... Allee, als ze zo beginnen vechten en al. En, oh. Dit... Ja, het is echt een heel leuk film. Ja, ja die... maar ik heb die nog niet zo lang geleden voor de eerste keer gezien. En dan was ik ook echt zo. Ik denk dat ook iemand had gezegd: ja, dat is mijn favoriete film. Ik zei: ik heb hem weer ooit gezien. En dan heb ik die bekeken en ik, ik ben er echt keihard mee geamuseerd. Ja. Is er echt, echt uh, goed gemaakt. En inderdaad, daar zitten bepaalde plotwendingen in die we. Uh, uh, uh... Maar zelfs als je die wel weet, is het nog altijd goed. Is ja, nog altijd goed. Ja. Nou, een paar keer heb ik dat bekeken, dus uh, zeker wel. Voilà, dat is nummer twaalf. We gaan er als een speer erheen. Uh, Wat we zijn... gedaan. Dat is zijn... erop gedaan. De, dan is het gedaan. Uh, op de elfde plaats, en daar weet ik niks meer van. Dus dan moet jij even. <laughs> ik kom of, of jij die. Forgetting Sarah Marshall. Ik ben daar een keer aan begonnen en het boeide me echt niet. Dus ik snap niet waarom dat hem op elf staat. Ja, een hoop mensen. Maar ik vond, weet het, we het verstandig. Ja. Uh, een devastated Peter takes a Hawaiian vacation. In order to deal with the recent breakup with his TV star girlfriend, Sarah. Little does he know, Sarah's traveling to the same resort, resort as her ex. And she's bringing along her new boyfriend. Dus uh, Jason Siegel, die ik wel echt graag zie. Uh, yep. from, uh, uh, How, to, How I Met Your Mother uh, speelt hij in. En die uh, Muppet film, die uh, eerste Reborn Muppet. Kristen Bell is ook leuk. Mila Koudis is ook van, de, is van de that 70 Show. Is ook leuk. Russell Brand is die, uh, die comedian. Dus het zijn wel allemaal hele leuke. Maar dus het verhaal is dat um, uh, uh, als ik juist ben, zij is een bekende. Ja. En hij loopt. Er... Maar zie dat zo gelijk. Hij gaat, naar, heel... hij gaat naar Hawaii om van zijn ex op te zijn. Ja, ja. En zij is toevallig en ook. Maar die ex daar. is bekend. Ja. Maar zie dat. Eigenlijk, in die films als gelijk Nothing Hill en zo, je hebt nooit voor dat. Dat de vent een bekende lul is. <laughs> en zo een grietje die erachter huppelt. Het is altijd omgekeerd. <laughs> is wel een beetje, het heeft wel een beetje een Nothing Hill vibe inderdaad. Ja? Dat klopt wel. Ja, dat is ja? juist. Ja, ja, dus, want hij is dan waarschijnlijk een good guy en nog God En zij is dan zo. Ja. ja. Zo een beetje. Ja. Uh, Van mij op. Ik heb ja. hem gezien. Ik weet zeker dat ik hem gezien heb. Maar ik kan, me er, ik kan me er eerlijk gezegd niks meer. Uh, niks meer ja, maar van als herinneren. je de korte samenvatting gaf, was ik nu ook aan het twijfelen, omdat ik het misschien niet heb uitgekeken. Maar het is zo lang geleden, I don't know. Maar als ja. er mij niet veel van is bijgebleven. Dan, ja. dan zal het ook niet. Maar ja, volgens uh, uh, het interwebs, volgens de mensen op het interwebs. Internet heeft altijd gelijk. Internet heeft altijd gelijk, eh, Amelie. Het is gewoon internet zo. Kinderen, uh, het internet heeft altijd gelijk. En die Jason Siegel, dat is wel, die heeft het ook geschreven trouwens, dus dat is ook wel leuk. En die heb ik wel echt heel, uh, heel graag. Dat vind ik echt een ja. hele leuke acteur. Dat is ook zo'n beetje. Dat is, die, is, die is niet te knap, dat is een beetje een Everyman ook zo. Ja, zeker. Die kennen we van die The Muppets en Sextape. En, ja, en uh, Hou I met Your Mother. Hè? Daar is die wereldberoemd uh, mee geworden. Voilà. Dan yes. op de tiende plaats een film die ik nog nooit gezien had. En gisteren uh, uh, heb bekeken, uh, heb gezocht op dvd, uh, gekocht. En, en dan, dan uh, te nadenken, tot uh, die cover, covenant... ah, wacht, ik had op. Dat zoeken. is deze. It's complicated. Ah, hoe, ja, ook lang geleden. Uh, dat gaat over Meryl Streep was getrouwd met Alec Baldwin. Die zijn uit elkaar. Uh, en uh, 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 Alec Baldwin heeft een veel jongere mooie, mooie vrouw. En, uh, um, en die krijgen per ongeluk toch terug, terug. Daar zat de dacht. Uh, hebben die terug iets? Maar tegelijkertijd is Steve Martin. Ja, dat is een van, de, een van de gaafste mannen op de planeet. Die kennen we van uh, Only Murders in the Building. Uh, uh, heel recent. Maar ja, dat is een soort uh, comedy-legende. Leg die wil eigenlijk ook iets met Meryl Streep uh, beginnen. En die dochters. Uh, ja, ze hebben twee dochters en een zoontje of zoiets. Of drie mm -hmm. dochters, whatever. In ieder geval, hun kinderen die zijn ook helemaal in de war, Dat is gaande. En die John Krasinski, wat is een film uit 2009. Die speelt. Het vriendje van een van de dochters. waar ook funny is, want dat is ook een acteur. En die heeft daarna ook dingen uh, geregisseerd. Dus die, kennen we, die, die speelde in The Office. En die heeft A Quiet Place gemaakt. Dus dat is een heel bijzondere man. En die speelt hier eigenlijk een klein bijrolletje in. Maar het is uh, uh, vooral Alec Baldwin en Meryl Streep... die heel funny zijn met z'n tweeën. Ja. En ook een film waarin oude mensen nog mogen neuken. En dat vind ik ook wel eens leuk. Ik als oude man... <laughs> Ja, je hebt en... die verhalen van Haukens, hè? Nee, films eh? waarin oude mannen mogen neuken. Oude, ja, oude mannen misschien wel, maar oude mensen mogen neuken. Met nee. uh, leeftijdsgenoten. Niet evident, in deze film wel. En het is ook heel funny. Dus uh, Ze hebben geneukt. En ze liggen zomaar uh, uit te puffen en zij wil uit bed. Maar hij mag niet kijken. Uh, en die zijn 19 jaar getrouwd geweest. Maar zij mag, hij mag niet haar naakte lichaam zien. Want ze is een beetje. Uh, uh, ja, ze zegt, ja, maar ja, we zijn nu al tien jaar uit elkaar. Mijn lichaam is helemaal anders, je mag het niet zien. Dus zij is toch een beetje. Uh, uh, en, en, Hoe zo en... tien jaar uit elkaar, 40 en 50, wat gaat dat schelen? Ja, uh, blijkbaar, <laughs> blijkbaar was alles nog iets meer gaan hangen, hè? amelie weet ik veel. <laughs> uh, dat is een, een film gemaakt door uh, Nancy Myers. En die heeft volgens mij ook nog wel andere, andere films gemaakt. Uh, eentje waar we zo meteen nog op terugkomen. Maar ook uh, Something's Gotta Give. Father of the Bride. Dus dat is ook een vrouw die uh, in dat jaar wel, uh, uh, wel dingen gemaakt En fa Father of the Bride, dat is ook met Steve Martin. Uh, ja. Dat is ook zo'n typische. Uh, de, de vader die zot wordt als zijn dochter gaat trouwen. Een film. En, uh, dat, is ook, dat is ook wel heel, uh, heel funny. Ah, wacht hier. De volgende is. Het van, oh, dat is ook van diezelfde regisseur. Is nummer 9. Toeval, dat is puur toeval. The Holiday. Yes. Heb jij die gezien? Ah, uh, honderd keer. Er komt echt? een nieuwe nu. Er komt een vervolg zo 19 jaar later of zo. Ah, ook of hè? Ja, dat gaat nu gemaakt worden blijkbaar. Dat is echt onlangs dat, dat, dat ik daar ergens zag staan. Alleen niet gewoon ergens tot Maar echt, ja, het was een nieuwsdingske zo. Dat is, uh, dus de Holiday Film uit 2006 terug van Nancy Myers. Met Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law en Jack Black. Ja. En, en waar gaat dat over? Want Ik weet daar echt niet meer. Dus uh, Cameron Diaz woont in uh, LA. En die. Oh, uh, of alleen, wat is haar naam nou nu weer? Um, Allee zeg ik het? Ik heb het net gezegd. Ik ben het. Die woont in, in, tegen Londen ergens. En om, om verschillende redenen willen die eigenlijk op vakantie. En die komen allebei op een site dat je zo je huisjes kunt wisselen. Swappen. Ja. En dat doen die dan. Maar dat is dan zo het contrast met zo'n cottage in, allee, in, in Engeland en dan zij in alleen in zo'n fucking villa. Uh, en ze doen dat allebei om weg te zijn van mannen. En dan vinden ze allebei de man van hun leven. Huh. Maar. <laughs> maar ene ervan is wel Jude Law, dus allee, good for her. <laughs> en is die andere Jack Black? Ah, ja. jammer. Ja. Dus Kate Winslet komt Jack Black tegen dan waarschijnlijk? Ja. 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 Ja, ik vind Jack Black wel heel erg leuk, maar als dat, die, die gaat tussen al deze mooie mensen gaat hij wel die winnen of zo. Dat is, uh, ja, echt... ik, kom, ik vind dat hem ook minder prominent uh, in die film zo... Allee, ah, ja. Eigenlijk vind ik de andere drie... Hij is zo... Ja, zo, zoals bij zijn, bijna Pijs dat bij hem zo wel bijrollen. Allee, zo... Ja, dat ja, hij, ja, ja. Dat die, dat die hij eerder... valt daar wel van tussen, inderdaad, vind ik zelf. Maar ja. wel een cool film. Het is wel... Het is, ja... Echt een uh, classic romcom. Classic romcom. Nu, daar speelt ook een, een oudere man in en die heet Eli Wallach. En dat is iemand die we kennen van The Good, The Bad, and The Ugly en The Magnificent Seven. Dat zijn twee, ja, western klassiekers. Maar echt, dat is van, in top vijf beste westerns zitten die twee in. The Good, The Bad, and The Ugly en The Magnificent Seven. En die zit gewoon in The Holiday. <laughs> dat vind Wacht, ik even wel... kijken wie dat, dat is. Ja, dat is een oudere, een, ja, deze film natuurlijk een oudere man, hè. Ja. Wie? Eli Wallach, ah. dus... Ja, 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 ah, ja, ja tuurlijk. Ja, die, uh, ja. Zijn rol is iets groter zelfs dan Jack Black. Uh, ah ja? Zeggen, ja. Alright. Oh, cool. Hij is zo'n zo een, een, een hele oude uh, filmregisseur. Ja. Uh, dat Oscar's ah, ja. heeft gewonnen en dit en zo. Dat is, is zo'n soort buurman van ja, Cameron Diaz aan eiland. Ah. Maar het okay, komt hem dan tegen als ze ja, daar... Ja. Van het ja, huis van Cameron Diaz. ja. ja. Het vrouw wordt hij geëerd voor zijn levens ja, voor zijn carrière. En ja, zodat dat... All right. zijn rol daarin. dat speelt hij daarin ja. Alright, cool. Uh, over filmklassiek is gesproken. Ik heb ook <laughs> nog met uh, twee andere mensen gepraat. Tenminste, ja, ik heb er al met één gepraat, die andere doe ik ze meteen. Maar dat is uh, dus we doen twee intermezzo's. Uh, ja. Mensen die uh, normaal gezien alleen maar over horrorfilms praten, heb ik ook gevraagd uh, wat hun favoriete romantische comedie uh, is. En uh, we gaan nu uh, luisteren met z'n allen naar Jordi Ostier. Die het heeft over de. Uh, uh, die heb ik al weggeflikkerd, natuurlijk. Over de film uit 1934, It Happened One Night. En daar gaan we nu eventjes naar luisteren. En dan zijn wij daarna weer terug met de volgende films. Fokkast. Jordi Ostier. Hey. Welkom in de Valentijnsaflevering van de Fokkast. <laughs> blij dat jij ook bij Valentijn wil zijn. Ah, uh... uh, dat is... Uh, ja, ik, ook. ik ben er ook heel blij om. <laughs> uh, nee, dus ik vroeg me af... Houdt een uh, 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 horrorfan... Eh, uh, Jordi Oostier uh, is een deel van de Klokslag 12 Boys. Uh, de horrorfilmpodcast. Uh, Houdt Jordi Oostier van romantische films? Ja, zeker. Ja? Ben, uh, uh, ja, ja maar jij vroeg uh, voor mij voor mijn favoriete romantische komedie. Romantische komedie, ja, mijn favoriete romantische film is Titanic. Oh, echt waar? Ja. Ja, ja, zo, ja dat, is, dat is niet ironisch of zo. Dat is echt, echt een van mijn favoriete films. Dus ook. als je Titanic ja. ziet ben je nog altijd, dan, 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 uh, dan word je romant romantisch van. <laughs> ja, ja, zoiets. Ja, ja, oh, ja. inderdaad. Oké, okay, ja. alright. Super. Maar ik moet ook toegeven, ik, ik was vorige week zeggen, Jordi, was je favoriete romantische komedie? That's it. Je hebt geen uitleg gegeven. Gewoon, was je favoriete romantische komedie? Ja, ja. Nu, en ik had er niet bij nagedacht dat Valentijn was. En ik heb vrijdag met Vanessa een, een podcast opgenomen. En ze zei, ja, Fokke vroeg aan mij mijn favoriete romanse comedic. Ah, bij mij ook. Zij moest er een uur over nadenken, zei ze. Um, en gisteren heeft mijn vriendin een luxe Valentijnsontbijt gekocht. En mijn, mijn vrouw was nog altijd niet gevallen. En vandaag zegt ze, zeg, hoe laat gaat je eigenlijk die Valentijnsaflevering met Fokke opnemen? Excellent. Ah, nu, nu ja. ja, ik heb hem, ik heb hem. Ik weet waarom, ja. Voilà, voilà, <laughs> voilà. Uh, uh, Ja, dus naast je vriendin ben jij vandaag mijn Valentijn ook. Uh, ja, maar goed, goed. Uh, dus ik had gevraagd... wat is jouw uh, favoriete romantische comedie? En jij bent met iets uh, bejaards op de proppen gekomen. Iets uh, van uh, ver in de vorige eeuw. Uh, It Happened One Night. Een film uit 1934 ja. van Frank Capra... Uh, 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 met Clark Gable en Claudette Colbert. Vertel eens. Ja. Ik heb die film de eerste keer gezien op filmschool met filmgeschiedenis. En uh, ik, ik heb altijd wel iets met heel die bompa-film gedoe, dus, dus films van bijna 100 jaar oud. Ik vond het altijd leuk. En wat mij toen ook opviel, is dat iedereen in mijn klas deze ook leuk vond, terwijl ze eigenlijk niet speciaal in die heel oude films zijn. Ik nee, denk ook dat het ja. film is die, die, die gaat heel snel voorbij. Die is luchtig, die is leuk. Je hebt, je hebt twee heel likeable leads. En ik denk dat hem een uur en drie kwartier duurt. Maar ja, ja die, gaat een, die gaat heel snel voorbij. Um, ja, ik, ik was onmiddellijk mee met die film. Ja, uh, wel. Ik heb hem uh, uh, dus op de Jij ja, uh, heb ik hem moeten zoeken om hem op DVD te vinden. En dat, uh, dat bestond wel, maar dan vond ik dat er een Criterion van was. Het zijn altijd de duurdere de versies. Dus de Criterion-versie, dat kostte mij 40 euro. Uh, 40 euro well spent <laughs> ga ik je gewoon zeggen man. Ik heb ah, oké, okay. ah, dat ik vond ik. Zeer, zeer goed. Ik vond ah, dat zeer cool. goed. Okay, ik vond dat dat was grappig. Dat ging inderdaad goed vooruit. De, de leads zijn likeable. Uh, uh, vertel alles ook even het verhaal uh, van de film. Um, ja, ik heb dus uh, Claudette. Um, um, zij speelt een, 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 een dochter van iemand van een, rijk, van een rijk gezin en zij loopt daar weg. Ja. En uh, op een bus komt ze dan Clark Gable tegen, die Pieter speelt, journalist. Ja. Uh, zij ontmoeten elkaar. En uh, dan stopt die bus ergens en zij missen dan een bus. En dan ja, komen ze tezamen, zal ik maar zeggen. Ja, ja zij, zij vlucht van haar vader om, omdat ze zogezegd getrouwd is met een uh, gast die die vader helemaal niet moet. Maar dat is gewoon om die vader een hart te zetten. En, 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 en het wordt ook het is een beetje een roadmovie. Uh, 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 ja. uh, het, het middelste deel, zeg maar, het langste deel, is eigenlijk een roadmovie. Ja. En dat is zo fijn om te zien, zeker daar in die bus. Dat, in die tijd had je nog vaak dat er zo random dingen kunnen gebeuren. wat niet echt aan je plot ge, gelinkt is. Bijvoorbeeld zo in die bus, de eerste keer toen heb je zo'n zangscène. Ja. Uh, met een heel catchy nummer. En dat kon gewoon, dat gaat gewoon, dat stoort ja. ook niet. Nee, maar je hebt dat toch wel nodig, omdat je daar het gevoel krijgt: oké, okay, het is hier leuk. En, en die twee hoofdpersonages die, die twee beginnen elkaar wat te, 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 leuk te vinden. Hè? Want het is natuurlijk: uh, uh, in het begin moeten ze elkaar niet. En hij uh, wil eigenlijk alleen maar het verhaal over haar schrijven. En zij vindt ja. hem een beetje een uh, arrogante kwal. En langzamerhand komen ze samen. En, uh, en uh, ja, dat is, dat is uh, tijdloos. En op het einde vindt zij hem ook nog altijd een kwal, maar ze is er wel verliefd op. Ja. Ja. Dat is toch helemaal... Dit? Ja, dat, zijn, toch... dat soort vrouwen dat moet ik ook hebben. <laughs> Die een kwal leuk kunnen vinden. Maar um, dat vind ik ook heel tof van deze film. Er zitten eigenlijk, dat, dat is wel de prototype van de romantische comedie, zoals de screwball-comedie, zeggen ze. Ja, ja. Uh, maar er zijn niet al te veel clichés in, vind ik. Bijvoorbeeld die vader. Je verwacht dat die vader haar verplicht met die ene kerel te trouwen. Ja. Maar hij is er eigenlijk tegen. Hij zegt: nog Van maar jij bent verliefd op. Ja, wat Clark Gables-personages, ja. Peter. Ja. Daar dan voor. Laat die andere kegel zitten. Nee, dat is een en hele liefdevolle vader. die eigenlijk achter alle keuzes van die dochter staat. Eigenlijk. Ja. Maar, ja. Oh, zelfs voor die, zeker voor die tijd, wellicht. Is, dat al, ja, heel, dat is al heel heen. verrassend? En, ja. 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 Ja, ja, dat is, dat is zo. Dat is een, de, uh, ik kende die, uh, ik kende die, uh, die man, niet, maar die heet Walter Connolly die acteur is, lees ik hier af. Ah, okay. uh, uh, yeah. maar die, en die speelt het ook heel goed. Maar iedereen, het is, het is echt. Uh, uh, en, ook, ja, en dan gaat hij op een gegeven moment tegen het einde en dan lopen ze elkaar ook mis. En dan gaat ze toch trouwen met die andere, maar dan toch niet. Weet je wel, ja. Spoiler alert van een film van 90 jaar oud, dus fuck daar. Maar ook, ook ze kussen elkaar niet, hè? Dus u twee uh, Helemaal op het einde pas, de... denk ja. ik. Ja. Nee, ja. je ziet ze niet kussen. Ah niet. Je ah. ziet ze niet op scherm kussen, want helemaal op het einde je, Zijn ze terug in dat motelletje waar ze ah, die Ah ja, 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 ja. Just, just. En Je ziet hun twee niet meer. Je nee. gaat er gewoon vanuit dat ze zijn elkaar geëindigd. Dat ja. is een Dat zou leuker zijn. Ja, 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 ja. Nee, maar ja, dat dat, <laughs> mocht dat ook niet. Was er ook niet een probleem met in de jaren dertig om dat die ding, die dingen te laten zien of? De, of... Misschien Toch. wel, maar kus, kussen denk ik wel dat dat mocht in die tijd. Gewoon een kus geven, dat is al wel mogelijk. Ja. Maar dat, wordt ook, dat, dat gebeurt ook hier niet. In. Nee. Nu, die film is wel, Er zijn een paar first-time dingen die gebeuren in die film ook. Maar ah, ja. ik denk dat het, die film heeft vijf Oscars gewonnen: beste regie, actrice, uh, acteur, schrijver, uh, beste film. En dat is de eerste keer. De, de, de vijf best, de, vijf, de, vijf, uh, de top vijf. De, 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 de vijf <laughs> belangrijkste acteurs. Uh, 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 awards, uh, uh, Academy Awards te krijgen. En dat is. Hè, dat zijn zo de big five. Als je. En leading lady, Lady, leading Lady, Man, beste film, ja. beste regie, beste, uh, beste uh, script uh, krijgt. Dat zijn de belangrijkste Oscars. Ja. En als je die alle vijf krijgt, dan heb je gewoon de beste film van het jaar. Ja, ja klopt. En, dat. En, dan ook, en ook de allereerste keer dat je beste acteur en beste actrice. Uh, in één film hebt. Dat is ook de eerste keer dat dat gebeurd is, bij de Oscars. Uh, en dan, en dat vind ik wel een leuk verhaal, dat. Frank, uh, nee, um, Clark Gable heeft dan die Oscar gewonnen. En dat is, denk ik, de eerste keer dat hij een Oscar heeft gewonnen voor beste lied. En ook de enigste keer. Okay. En hij heeft die Oscar aan een klein jongetje gegeven die dat een mooi standbeeldje vond. Want hij zei van, het is belangrijker om het te winnen dan effectief het beeldje te hebben. Ja. Uh, Na hij gestorven is, heeft dat jongetje dat aan de familie gegeven, van Clark Gable. En dan heeft Steven Spielberg dat, uh, dat beeldje overgekocht van die familie en terug aan de Academy gegeven. Ach, all right, oké, okay. oh uh, Clark Gable, ja, voor de mensen die hem kennen Dat is een iconische kop met dat, met dat dunne snorretje En die kennen we naast deze film natuurlijk vooral van Gone With The Wind ja, nee, uh, Die is. ik misschien ooit wel gezien heb Maar dat weet ik niet meer En dat is vijf jaar later natuurlijk Dit is 34, uh, Gone With The Wind ja. is 39 en, en, uh, Maar die Frank Capra, dus de regisseur ja, Die kennen we ook, uh, kennen we ook vooral uh, van uh, Ding, hoe heet het? Wonderful Life En dat, dat heb ik nooit op. gezien Nee, dat heb ik nooit gezien. Nee? Ah, dat is ook wel no een leuke klassiek. Dat is een soort kerstfilm, hè? Nee? Ja, maar je kent het concept wel, denk ik. Dat is nee? zo van, een kerel die wil niet meer leven. En dan heb je zo een geest die uh, hem dan laat zien van uh, hoe zijn leven eruit zou zien als ah, hij... Een beetje, een beetje Dickens, een beetje Scrooge. Ja, ja inderdaad, ja. Dat ah, is ook ja. heel vaak een geparkeerd geweest. Ja, en, en, en het is ook echt een typische kerstfilm, geloof ik. Hè? Die, die laatste, altijd tijdens ja, kerst, ja, 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 ja. It's a Wonderful Life. En die Mr. Okay. Ghost in Washington, heb ik volgens mij ook nooit gezien. Maar dat is wel iemand die, die in die periode heel veel belangrijke films gemaakt heeft. Ja, en deze wordt nooit erbij genoemd. Ah ja, het terwijl heeft... die wel die en... vijf Oscars, terwijl wel die... Is dat dan omdat het een komedie is, omdat het geen serieuze film is? Ja, ik heb er eigenlijk, eigenlijk heb er geen idee van, want had jij er ooit al van gehoord van deze film? Wel van gehoord, ja. Wel van gehoord, toch, maar, maar niet gezien. Van... Nee, nee, het was... Ik bedoel, dat was... Er was wel een ojaatje toen je dat zei. Van ah ja, dat is zo'n zo, zo proto-screwball comedy. Want ja. screwball comedy, dat is uh, wel iets wat in de jaren veertig nog uh, gebeurde. Uh, mensen die nogal, Er zat vaak ook wel een journalist in. Mensen die heel ba snel babbelen. Hè? Dat zijn wel een paal, er zijn een aantal ja. parameters. Ja, Machtelt die ons mee aankeken en ze heeft er gewoon omgedraaid. Ze zei: Ik kan niet volgen, die praat te snel. <laughs> ja, dat, dat heeft deze ook wel. En dat zit altijd, maar ja, dat, dat zorgt er ook voor dat het heel goed vooruit gaat, allemaal. Ja, dat vind ik ook. En ook de, de luchtigheid. Het is ook zo niet zo uh, in-your-face-comedy. Het is gewoon zo'n bepaalde luchtigheid dat ja. doorheen heel die film zit, wat, wat het heel enjoyable maakt om, om die te kijken, vind ik. Ja, ja absoluut. Ja, ja, ik vind het... Uh, het is absoluut aanrader, mensen. Beintje, maar ik weet natuurlijk niet waar je die, uh, 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 waar je die nog gaat vinden, uh, ergens anders. Want, ja, je moet 40 euro op Amazon.com. Uh. Ja, 40 euro op Amazon.com <laughs> voor de liefhebbers. Uh, 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 ja, en, uh, ja, goed... En, en uh, 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 ben jij ook bezig met de romantische comedies van nu, de, de latere dingen, of, of uh, grijp jij toch altijd terug naar de, de, oude, de oude shit? Toen jij mij vroeg over wat je favoriete romantische komedie is, toen waren er deze, moet ik sowieso aan denken, omdat dat ja, sowieso een van mijn favorieten is. Maar gelijk Groundhog Day, dat is, ja. was ook wel al natuurlijk ondertussen. Maar was dat vorig jaar of twee jaar geleden, is er een Groundhog Day-achtige film uitgekomen, Palm Springs? Ja ja, 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 ja. ja. En die vond ik ook heel, heel leuk. Ja, maar ik vind, ik, vind, ja, ik vind dat niet... Dat is gewoon een comedy voor mij. Dat is niet per se een romantische ah, okay. comedy. Dat is voor, ja. mij, voor mij, hè. Maar ja, goed, iedereen maakt daar zijn eigen ding natuurlijk van. Maar, maar dat is zelfs uh, een beetje hetzelfde met, met romantische horrorfilms, of, of hoe, hoe romantisch dat ook kan zijn. Ik vind nog altijd dat, voor mij, is de best geschreven romantische verhaal in een horrorfilm The fly. Ah ja, 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 ja. Dat, op het dat einde, ik vind dat echt dat ik een krop in mijn keel. Als, uh, op het einde van The Fly. Ja. Vele zeggen van, dat is geen romantische horrorfilm Misschien niet een, uh, letterlijk, maar toch vind ik dat. Ja, wel maar wel ik snap best... wel wat je bedoelt. Ja, ik bedoel, kijk, dat Dracula zoiets is dat is heel, dat is heel helder ja. en voor iedereen duidelijk. Maar The Fly gaat ook wel over, over de liefde tussen die twee mensen. Absoluut. Ja, 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 ja 100%. 100%. Ja. Alright, It Happened One Night, een film uit 1934. Uh, uh, hij is volgend jaar 90 jaar oud. Ik vind het wel dat bijzonder dat wij dat ik, dat jij en ik, of we daar zo'n film mm -hmm. van bijna 100 jaar oud te kijken. Maar ja, we hebben dat natuurlijk. En ik had het. Uh, ik bedoel, ik heb Los hebben we ook uh, samen bekeken. Ja, ja. En dan vind ik het leuk om dat te kijken, maar meer als een soort uh, uh, filmgeschiedenis. filmgeschiedenis en, 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 ja. Omdat ik hou van van film als genre. Dit is ook daadwerkelijk een leuke film om te kijken. Dat is een heel goed punt, dat vind ik ook, want uh, ik denk dat iedereen wel, ook al zit je niet in die oude bompa of gewoon bompa-films, uh, die oude films, ik, ik denk dat iedereen hier wel van kan genieten. Ja. Dat, is, dat is een leuke, charmante film die snel voorbij gaat, en als je een beetje in de film zit, zit je sowieso mee met die film, denk ja. ik. En bijvoorbeeld die lift-seilen, dat ze, dat ze moeten liften, Sorry. die scène kun je nu draaien op precies dezelfde manier, en dan werkt die ook. Ja, hij, 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 hij gaat oh, even liften en, 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 en er stopt geen enkele auto. En zij, met die wortel, en zij laat een stukje been zien. En de eerste auto stopt. Voilà. En dat is gewoon, ja. tuurlijk, en je weet dat dat gaat gebeuren. Maar dat is gewoon ja. helemaal tot nu, dan, dan nu transporteerbaar. Dat is geen enkel probleem. Dat is gaaf. En ik denk dat dat ook een va vaker uit van deze film genomen is naar andere films. Dus het is echt ja. een scène dat u wel bekend voorkomt. Ja, ja absoluut. En, en dat is natuurlijk altijd leuk. En dat, heb ik, en dat is bij Twilight Zone ook, dat je naar Twilight zou zitten kijken. En denk je van: Ja, maar wacht eens even. Dit heb heeft ik je iedereen, Dat heeft iedereen gepikt van jou. En dat is bij deze film wel uh. soort. Hier zitten een aantal blauwdruk dingetjes in. Die, uh, die, uh, en toch voelt het uh. fris. Er uh, blijft het fris aanvoelen. Dus, uh, ja. Ik vind dat ook. Ik vind dat dat, dat is een die, die gaat vlot voorbij. Die is verrassend bij bepaalde lijnen, uh, ja. verhaallijnen in deze film. Uh, en die is gewoon goed luchtig En die Claudette Colbert, ook een zeer mooie mevrouw. Dat vind je echt een heel mooie mevrouw? Ja, dat is een uh, heel mooie dame. En, 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 en speelt u nog een andere dingen die we, die we zouden kunnen, kunnen? Niet direct. Ah, wel. Cleopatra heeft ze meegedaan. En uh, er is ook ah, ja. zo die... Eén stuk, een belangrijk ding in deze film, The Walls of Jericho, zoals ja. dat deken tussen twee de hele tijd. Dat is eigenlijk een belangrijk ding in de ja. hele die film. Ja. En dat is er eigenlijk pas geko dat is er gekomen omdat uh, Claudette Colbert. Um, Ze wou zichzelf niet uitkleden on screen. Dus heeft de regisseur dan dat erbij verzonnen, wat dan een heel belangrijk ding is ja, geworden. want uh, zij en <tom> Klaaghebber slapen op <tom> dezelfde kamer. Uh, ja. En ze moeten doen alsof ze een koppeltje zijn, maar ze zijn het eigenlijk niet. Ja. En hij spant een, een draad waar hij een, doek, een, een deken over hangt, zodat ze elkaar niet hoeven zien terwijl ze liggen te slapen of elkaar uh, uitkleden. Uh, maar dat is dus ja. uit de realiteit uh, overgenomen, dan blijkbaar. Ja, ze noemen dat de Walls of Jericho dan daar in de film. Ja, in die film. Ja. En dat uh, is inderdaad uit de realiteit overgenomen. En. Um... Dan heeft zij een Cleopatra. Ik denk dat de film is die zelfs na deze film is uitgekomen. Ja, volgens... Heeft ze en daar zit wel een volledige naaktzijne in. Ah, dat is een beetje bizar, dan. Maar dat is de Cleopatra ja. uit 1934, en Niet die van Liz Taylor, hè? Voor, de, voor de duidelijkheid. Uh, nee, ja. Ja, ja. Ja, nee, ja. Maar ja, maar ja veel mensen, Voor veel mensen is dat Cleopatra. Maar dit is een Cleopatra uit 1934. Ja. We hebben het hier over hele oude films. Gaan we, gaan we, volgens mij moet dat wel liggen, die oude Cleopatra. Dan ben ik wel benieuwd. gaan we wel eens, Niet omdat ze 37. naakt is, maar gewoon omdat ik dat <laughs> Ook oh, een beetje op de straat. Het is een mooie dame. Ja. Uh, er is ook nog een leuk verhaal dat ik had gelezen. Um, dat Clark Gable, toen hij de eerste keer Frank Capra had ontmoet, was hij compleet dronken, en heel agressief tegen uh, Frank Capra. Oh. Dat is, <laughs> meestal in die tijd was dat wel ja, zo. Maar dat ja, dat is niet zo bijzonder, hè. Nee, maar um, hij wou, Clark Gable wou ook dat die, uh, dat die shootings dat dat snel gedaan zou zijn. Uh, die had er eigenlijk helemaal geen zin in in die film. En uh, wanneer de wrap-up was, zijn ze doorheen die tijd goede vrienden geworden. Oké. Okay. All right. Het maken van de film. Ja, ja. En het is ook wel, hij is wel, uh, natuurlijk, die andere film is vijf jaar later. Maar hij is een heel ander type uh, mens in deze film. Hè? Uh, 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 in deze film is hij veel losser en, en uh, ook een beetje zat. En uh, hij. Hij zuipt ook in de in die film zuipt ook de hele tijd. Dat is ook zo. In de jaren 30 zopen we nog gewoon op het werk. Uh, Goeie tijden. Hebben we ook niet verteld in, uh, met Lon Chaney Jr. Uh, in zo'n van die podcasts met u dat, uh, dat hij altijd dronken uh, ja. naar het werk naar dingen ja. komt en dan zei ik tegen de regisseur: doe alles wat je wilt met mij voor 11 uur, smorgens, morgens, want daarna ja. ben ik niet meer handelbaar. <laughs> Dat is toch goed dat daar komt, dat toen kon, dat toe komt, denken... ja, ja. Ah ja, dat is nu zo. Voilà. all Alright, it happened ja. one night. Aanrader, mensen moeten de film kijken. Ik ben absoluut van. Ik heb hem vier op uh, letterbox gegeven, dat was zeer goed. En ik ga hem zeker nice. nog eens kijken. Jordi, ja, cool. enorm bedankt om dit even toe te lichten, man. En, ja, uh, is graag gedaan. En geniet van, van je Valentijn. Ja, oké, ook prettig Valentijn. You Bye. Leuk Voilà, dat was Jordi Ostier over It Happened One Night. Uh, zeer goede film uit 1934. En toch funny en leuk. Uh, Ouder dan wat... Sneeuwwitje. Ouder dan Sneeuwwitje, inderdaad. Op, we zijn inmiddels uh, in de top 10. We zijn op de achtste plaats in onze, in onze oh. top 10. Op acht staat mijn favoriete romantische komedie. Want dat is niet alleen mijn favoriete romantische is die staat in mijn top 5 favoriete films aller tijden. En dat is Groundhog Day. Hij staat hier ook achter mij uh, in de versie. Daardal. Ja, dat is uh, Andy McDowell, Bill Murray. Uh, Bill Murray beleeft Elk, uh, uh, is een tv-weerman. En die gaan naar een dorpje toe, waar een soort marmot gaat zeggen of de winter doorgaat of niet. Uh, dat is een soort, uh, zo'n typische uh, uh, dingetje. Die gaat daar naartoe en die blijft. Uh, uh, die, die, diezelfde dag herhalen. Dus die wordt wakker elke dag ah, op dezelfde ja, ja, dag. ja, ik heb dat wel al een keer gehoord. Dat is, dat is de eerste keer... dat dat principe is toegepast. Want dat heeft dan daarna... Zijn andere films hebben dat ook wel al uh, uh, gedaan. Er uh, is een film uit uh, 1993... van Harold Ramis. Harold Ramis kennen we uh, van... Uh, Ghostbusters. Uh, als ik mij uh, 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 niet vergis. Ja, dat is de schrijver van Ghostbusters. Eh... Uh, 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 Bill Murray, Eddie McDowell, Chris Elliott. Uh, ja, ongelooflijk oprecht grappige film, met heel veel hart. Dus uh, die man beleeft elke dag dezelfde dag. Ja. Ik denk dat we er al een, een podcast over gedaan hebben. Want Groundhog Day is ook effectief een dag. En ik denk dat we er al in het verleden als een podcast over gedaan hebben. Maar die kan ik, ja, die kan, als ik die nu opzet, kijk ik die weer uit. Ja. En, en de essentie is natuurlijk dat die Eddie McDowell. ...moet krijgen. He, een beetje zoals in Four in and a Funeral. Het is een beetje, dit is dan een beetje een cynische lul... ...die moet ontdooien... ...voor Eddie McDowell. En waarom zou je het dan niet doen? Dus. Die heb, je, heb je die nog nooit gezien? Nee, nog nee, nooit gezien. Nee. Maar dan ga ik nu wel eens doen. Ja, ik vind, die wel, ik vind die wel goed. En het is, het is... ...in het begin gewoon alleen een komedie... ...maar uiteindelijk die romantiek... ...is wel essentieel ook voor mij... Uh, voor, voor, mij ja. ...voor die film. Uh, uh, het feit dat hij. Op een gegeven moment denkt hij: ja, hoe kom ik uit deze loop? Hoe kom ik uit deze dag? En dan gaat hij mensen redden. Eerst gaat hij denken: oh, fuck it, ik ga gewoon uh, maar een beetje neuken en uh, dit. En dan denkt hij: ik ga mensen redden. En dan, en dan weet hij het niet meer. En dan denkt hij: ja, ik moet misschien die vrouw die mee is, die, die zogezegd de producent van die, van die filmcrew. En... en dat is het dan eigenlijk. Of wat? Dat moest hij doen dan om eruit te Ja, rijden. aan het einde, hè, spoiler alert, maar aan het einde wordt hij dan wakker. Dus heeft hij er inderdaad uh, versierd. Uh, uh, was hij ja, de juiste mens. De, 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 niet die cynische lul, maar de juiste uh, fijne mens. Die hij natuurlijk van binnen ook was. En dan heeft hij ermee een bed gekregen. En dan wordt hij er dus ochtends mee wakker. En dan blijkt, ah, het is niet dezelfde dag. Het is een nieuwe dag. Ja. En dan blijven ze er ook wonen. Dan is het ook van, fuck it, we blijven gewoon hier. Nice. Dat is echt, ja, dat is echt een mooie film. Echt heel goed gedaan. Uh, en om, ja, dat is, dat is echt een soort standaard. Uh, er zijn inderdaad, uh, Jordi had het er ook juist over, er is een film die heet Palm Springs, die eigenlijk een soort Groundhog Day film ook is, met, met een andere plot en weet ik van wat. Maar het, iemand beleeft dezelfde dag opnieuw. Uh, uh, ja, dat is echt een soort genre. In die about time zit dat element ook een beetje in, die, die we er net hebben gezien. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, ik vind dat ongelooflijk goed. Groundhog Day. Zeker. Op de zevende plaats uh, uh, heb ik wel gezien, maar ik kan me niet zoveel meer van herinneren. De Proposal. Heb ik al heel veel gezien. Ryan Reynolds Sandra Bullock. Ja, vertel eens. Wat? Vertel maar. Waar gaat um, het over? Zij is zijn baas en hij is zo haar assistent, maar echt zo... Ja, het typische die, die moet zo om twee uur s'nachts klaarstaan. vooral zo dadden, weet je ja, wel. Ja, ja, moet ja, haar ja. koffie gaan halen, dat moet just zijn. Allee, ja, 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 zo die toestanden. En uh, zij is een Canadese. En haar, haar uh, visum vervalt of zoiets, ze wordt eigenlijk bijna uitgewezen. Ze ah, dus ja. moet trouwen om um, uh, te mogen blijven. En zo haar, het is zo'n extreme workaholic, zo die situatie. En hij moet dat dan doen. Dat uh, ja. kan huwelijk met haar hebben zo. Als ja. dan mee naar zijn familie, uh, god weet waar, zo ver in Amerika, uh, een van de raar afgelegen eilandje of zoiets, is. ik weet niet juist hoe dat dan nu weer zat, uh, en dan zien ze hem zo bij zijn familie, en, want die twee hebben ook zo'n haatliefdesdingen, kennen ze dat? En dan zien ze hem bij zijn familie, en dan smelt ze helemaal. Die cellen uh, die, die, die van de familie zien, en dan smelten, Zit in meerdere films. Dat is een standaard scène. Die komen we zo meteen. Wacht hè? Straks. Ja, ik weet Nog twee ik keer tegen. We vandaag gezien hè? Ja. Ja. <laughs> ik Kom weet het, weet we, komen we echt ja. zo meteen. Oh hier, daar komen we zo meteen echt op. Ook. Ja, dus dat zit er ook in deze film. Nu, ik zie uh, Sandra Bullock echt heel graag. Ja, uh, ik ook sowieso. Maar Ryan Reynolds vind ik ook fantastisch. Ja. Ik, ja. Kan, ik, kan, oh, ik vind die. Uh, ja, dat is ook echt een hilarische mens. Ja. Heb je die, er is zo, uh, op Disney Plus is er zo'n uh, reality-reeks waarin hij met die gast van uh, It's Only, uh, uh, Always Raining in Philadelphia een voetbalclub in Wales hebben gekocht. En moeten, dat heet ja. Welcome, Welcome to Wrexham. Ik heb en, nog nooit gezien, maar ik heb er wel van gehoord. Ik vind dat leuk uh, uh, Dat is uh, hapklare brokken en, en dat is dat inhoudelijk is niet zo bijzonder. Maar daar komt ook wel uit, ja, als... als Ryan Reynolds is gewoon een aardige vent. Ja. Ik geloof niet dat hij dat speelt. Als hij dat allemaal speelt. Nee, dan is hij moe aan het eind van de dag. hoor. helemaal fucking psycho. Ja, dan is het echt een psycho. Maar nee, ik denk dat hij oprecht een leuke vent is. Ja. En zij ook. Uh, uh, want als je in de, in de vorige. Ja, want zij heeft ook wel wat, wat uh, romantische comedies. Zoals bijvoorbeeld. Uh, Two Weeks Notice staat hier nergens in. Maar dat is nee. ook wel een hele. Ook een beetje hetzelfde wat met die baas en die assistenten zo. Uh, Um, en dat vind ik ook een hele leuke film. Die ja. Ja, zie ik ook wel graag bezig. Ja, ik vind dat die. Ja, ik vond, want die. Uh, er was zo laatste, als zo'n film. Oh, hoe heette die nu ook weer? Uh, Lost City. Ja, dat is die goed. Maar ik zie haar dat graag doen. Dus ik zie haar graag bezig. Uh, uh, en dingen. Uh, ja, in Gravity speelt ze gewoon echt goed. Speed oh, is gewoon... we gaan over Gravity. We gaan niet over Gravity. Ah oh, nee, ja, dat is heel 3D en dan kon jij natuurlijk iets goed zien. <laughs> Hebben we dat verhaal verteld dat de podcast waarschijnlijk al Ik weet het, ik weet het niet. niet. Volgens mij hebben we dat verteld tijdens toen wij naar Disneyland zijn geweest. Ja, ja. Ik ben heel traumatiseerd door Gravity Swat. <laughs> ja. Ik denk dan... dat dat 3D is. Ja, maar ja. In, 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 uh, in we zijn z'n tweeën naar Disneyland geweest. Voor de mensen die willen luisteren. We zijn we z'n tweeën naar Disneyland geweest. En we hebben een half uur in de rij gestaan voor Star Tours. En toen, en dan, en toen zei hij. Is dat wel een 3D-bril? Ik zeg, Ja, ik, ik weet het eigenlijk niet, ik denk het wel. Maar, dan, ja, maar ja, ik zie dat niet zo goed. Nee, ik zie dat niet. dat maar het te zie, ook zie ik eigenlijk echt geen 3D. Ja. Bro, toen voelde 5... Ik ben was wel schuldig. Nee. Oh, dat was oké, okay. dat duurde ook niet lang. Hè? Maar nee. als, je, als je dat fucking 35 euro betaalt voor in de Kinepolis naar Gravity te gaan kijken, waar daar niks in gebeurt. <laughs> dat George Clooney da doodgaat, dat is nog tergen van al. Ja, George Clooney gaat En Sandra dood. Bullock in een topje en een onderbroek aanspoelt vanuit de ruimte. Sorry. Zo ja. vaak dat. Dat is qua de realiteit. De maar ik snap wel dat het een goede film is, omdat heel veel gewoon die 3 d Ja. Dat gevoel van in de ruimte te zijn, maar ja, als je dat niet of kunt zien. De rest zien, is dat... een eigen kutfilm, daar gebeurt niks in. Daar, daar zijn maar twee personages, drie. Nee, drie, maar die de eerste sterft binnen sterft de een. heel interesse. rap. Ja. Ja, ja, echt een kutfilm. Maar boy. En uh, uh, Sander Bollek ook. Uh, Miss Congeniality. Was ook superleuk. Oeh, ja. Leuk. Ook superleuk. Dus die, die, die is eigenlijk altijd. Zelfs in een shitfilm. En ze heeft er ook wel een paar gemaakt. Uh, 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 the, the Heat of zo. En, die is altijd funny. Die is altijd leuk. Ja. Die is funny. En die is ook oprecht. Daar het schijnt ook echt een leuke dame. Erik Verlooy heeft er een paar keer uh, moeten interviewen of zo. Die zei ook dat haar kijk toch dame is. En de regisseur van The Proposal. ...is... Uh, uh, ...wacht hè, wat heb ik hier nou gezegd? Godverdomme. En Fletcher... ...en die heeft ook... ...en die, die, die staat hier de top 15, maar dat is ook wel... ...een van jouw favorieten. Die heeft ook... Uh, ...27 Dresses gemaakt. Ja, dacht het al. Ja, leuk hè? Ja. Uh, dat... hebben we hem al gezien? Nee, dat, dat, dat weet ik niet. Nee, dat heb ik niet gezien, denk ik. Dat is, uh, is zo'n um, uh, vrouw en die, die is zo eeuwige single en die is altijd voor iedereen bridesmaid. Um, dus ze heeft zo'n hele kast, maar ze is daar ook op een duur geobsedeerd door. Ah, ja. ze heeft een hele kast, uh, 27 dresses dan. Ze heeft al 27 keer uh, dat gedaan. Uh, en zit dan een hele kast. En, uh, de rest van het verhaal uh, ontglipt mij nu even, want het is al even geleden. Maar uh... dus Catherine Hegel speelt dat zeker. Ja. Die, uh, ja. 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 En, en, en dan, dan vindt ze wel een vent en dan heeft ze dan wel... Ja, het is, het is iets met... Die vent schrijft daar dan denk ik een artikel over of zoiets. Want ze groeien zo naar elkaar toe en het is bijna iets. En dan schrijft ze een artikel en dan zo daar. Ah, ja. Oh my god, what the fuck. Uh, over artikels ges schrijven gesproken. Fantastisch bruggetje. Naar onze, naar onze nummer ja. zes. <laughs> oh, Out ik ben hier zo benieuwd naar... How to lose a guy in ten days. Dus daar nou had ik wel ooit alles gezien, maar ik, was er, ik wist daar niks meer van. En, ik, en uh, ook zo, want er is er ook nog een andere, en die haalde ik door elkaar. Want je hebt er twee met tien. Er is ten things I hate about you en yeah. How to lose a guy in ten days. Dat is natuurlijk een totaal een andere film, maar er zit allebei het cijfer tien in. Dat is het enige. Maar die andere zit er niet in. Uh, uh, dat weet ik ook echt niet meer. Maar ja, je hebt ook, ja goed, uh, ik zal zo meteen nog allerlei andere films opnoemen die <laughs> we. Maar goed, dit was How to Lose a Guy. Die staat er voor jou ook in. Dat is bij ja, jou op, absoluut. Op, op de derde plaats. Omdat ik hou ervan hoe crazy dat dat wijf is. Of toch overkomt. Ja. En als ze zo alles doet om, om die kwijt te spelen. Ja. Um, ja, ik vind dat vind, wel... Vind, 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 vind die, die is echt insane. En dat vind ik wel heel funny. Kate Hudson uh, moet een artikel schrijven en, uh, om een uh, vriendje te, uh, binnen tien dagen te... Hey, How to Lose a Guy. Deze is het artikel dat zij schrijft. Ja. Matthew McConaughey, Matthew McConaughey, die speelt. Een man die uh, uh, zegt dat hij elke vrouw kan om zijn om vinger draaien. Binnen Beliefd tien op dagen hem verliefd op hem doen worden. Om uh, een account, een, 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 een zakelijk dingetje te verwezenlijken. En, en, en hij uh, slikt alles van haar om aan die tien dagen te komen dat zij verliefd worden En zij probeert alles te doen om hem uh, uh, dus uh, psycho, wij, psycho ja. wijven dingen te doen. Ja. Want het is dan iets van op een receptie dat, dat mensen op de hoogte zijn van haar artikel. En hij zit dan zo van toort, ook van toort te blazen dat hij iedereen kan krijgen. En zij zetten hem daartoe aan tot die wetenschappen. Ja. He? Dus ja. ja, zo is het. He? Ja, ja, het zijn twee vr collega's, vrouwelijke collega's van, haar, van hem ja, ja. die tegen hem zeggen: Ja, ja, pak haar maar dan anders. Terwijl omdat die weten dat zij dat artikel aan het schrijven is. Ja. Ik vind dat wel, ja, met die, met die planten en die varen en zo. Ach, ik vind dat, ik vind dat wel funny. <laughs> ik vond dat niet goed. Ik vond nee. dat niet goed. Nee, ik vond dat niet goed. Ik vond, dat zijn namelijk: uh, ja, die twee personages zijn die, 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 die hebben wel chemistry, dat wel, maar ze maar, zijn niet sympathiek. Maar dat is toch, dat moet toch niet altijd? Moet ze ja, maar, niet waarom zijn? wil ik dan? Als, als, ze zijn elkaar allebei aan het belazeren, ze zijn allebei bij bij mensen hun gevoelens aan het spelen. Maar dat is in elke romantische komedie zo. Nee, die doen Petra dat per ongeluk, die doen dat niet oprecht. Die doen dat niet met een uit, uit een soort weddenschap van, uh, een weddenschap. van ik ga een gast erop de vinger vinden en hem dan dumpen. En die andere zegt, ik ga gewoon een wijver op de vinger vinden. Ja, dat is wat Mensen manipuleren. Ik ben nu op een plek in mijn leven waar ik dat niet prettig zou vinden, Amelie. <laughs> ja, ik ook niet. Niemand vindt dat prettig. <lacht> <lacht> nee, dat is zo waar, maar ja. Er zijn toch veel romantische comedies waarin dat, dat zo toch wat... Dat is ja, toch... Maar dat... minstens een van de twee Denk. maar wat een lul zeg je eigenlijk. Ik zou zo, she's not into me of she, Dat er ook zo een meisje... Dat zo'n meisje... En dan is dan ineens een heel klap. Dat was dan eigenlijk een lelijke. En dan heel klap. En die moeten ze dan ook uh, binnendraaien of zo. Ik... Daar hou ik nooit zo van. Okay. Maar wat er wel in deze film zit, zit die scène in uh, dat, dat zij bij uh, zijn familie komt. Ja, ja dat met dat kaarten. Met de kaarten. En dan moet hij soort uh, kaartspel, heet bullshit. En dan ja. doet hij dat kaartspel. En dan ja. wordt zij echt verliefd op hem. Oh, en dan lopen ze zo achter... Wie, ik weet niet meer wie er achter wie loopt, maar dan kussen ze en dan zo zuster ervoor, zo bullshit. En dan denk ik <laughs> kom dat... komt dan zo terug. En dan denk ik, oh my god, dat is schattig, een insider. Ja, maar, uh, ja. ja. Nee. Dat vind ik er wel tof aan, hoe onrealistisch dat dat gewoon allemaal is. Zo, zo. nee, als je zo, als je zo, uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, als er zo met je kloten is gespeeld, zo, ja, nee, je gaat daar toch nooit naar terug. Of, dat is toch nooit zo'n klik dat je maakt van, oh my god, ik ben er toch zot van. Allee, dat ja, want die, elkaar allebei, want die zijn, hebben elkaar allebei de loer gedraaid eigenlijk. Hè? Ze zijn allebei kwaad op elkaar dat ze de luren zijn gedraaid, dus de ene zegt van je hebt mij alleen maar gebruikt voor dat artikel, de andere zegt je hebt mij alleen maar gebruikt voor, die, voor, voor dat zakelijke dingetje. Ja, ik denk dat ik te rancuneus, uh, Ik zou dat, maar ja goed, dat is. Dan... Ja, ik, ik denk dat ook. En moest ik het niet zijn, dan loopt het sowieso toch mis. Dus dat is niet, ja. ja denk, ik, dat denk ik. Mocht het niet zijn, loopt het toch mis. Dat is de romantische boodschap die wij geven. Enjoy. Enjoy. Alright, uh, dat was nummer vijf. Nee. Dat was nummer dat was zes. zes. Nu vijf. Nu vijf, en dat is de favoriete romantische comedie van Amélie Albrecht. Namelijk Bridget Jones' de... Diary. Yes. Ja. Ik heb hem nog bekeken vorige week. Ah ja? Ja. Een goede. Blijft goed. Hè. <laughs> alleen, uh, ja, um, uh, Hugh Grant gaat nooit snappen. Um, maar bon, uh, alleen. Goeie acteur is, hoor. maar ik bedoel, zo de, 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 er zijn andere hunks of zo. Dat ja. ja. Dat. Maar uh, uh, ik vind dat mega. Maar ik was er vorige week naar aan het kijken en eigenlijk zo, die film. Uh, hoe moet ik het zeggen? Het is wel heel cliché ergens, maar ik vind het wel, blijft echt. Zij is uh, wel. Uh, ik, ik ben niet zo fan van René Zellweger. Dus. Nee, uh, nee en, hi en hier spreekt hij zo aan Engels, maar. Redelijk is, maar ik vind het altijd een, beetje, altijd een klein beetje cringy. Ja. Ik vind het wel goed dat Colin Firth eigenlijk de winnaar is. Oh, ik het, het, Dat het niet die knappe man is, maar de wa, boekhouder, boekhouder meer. Colin Firth uh, mega knap wordt. Ja? Ja, 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 ja. J Jij vindt Colin Firth knapper dan Hugh Grant? Ja. Ah, ja. Ik vind veel mensen knapper dan Hugh Grant. Maar <laughs> ja, sowieso. <laughs> Oké, okay. right. Maar in theorie voor de the film is het de bedoeling dat Hugh Grant eigenlijk klapper is, hè? toch? Ja, en, en Connor Vert is de sample. Hè. Ja, de underdog ja. een beetje. Ja. 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 Wat ik leuk vind in Bridget Jones is sowieso, maar ik vind dat in de tweede leuker dan in de eerste. Zo, als die twee beginnen vechten, vind ik heel tof. Dus de tweede, The Edge ja. of Reason. En die vind je ook goed, of ja? Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. de ah, ja. derde vind ik echt stom zei uh... ah, is dat er een derde was? Ah, hij is ook ja, een derde. Richard Jones' baby, denk ik, of zoiets. Ah, uh, ja. Maar dat verhaal is super raar. Um, maar uh, ja, dat, er is zo zijn in die eerste, dat die zo door eruit vliegen en al. Ja, ja, ja. Maar in de tweede is dat zo nog lulliger in een fontein. Dat vind ik ook wel tof, ja. Voor de rest stuk film. Ik denk dat dat gebaseerd is op boeken of zo, hè? Niet? Ja, ik heb die een derde boek gelezen en dat ah, is zo... ja. Dat is eigenlijk een heel ander verhaal dan dat de film was, wat, wat ik op zich niet zo erg vind, maar ik vind de film niet zo, niet zo leuk. Ja. Helen Fielding heet die uh, mevrouw die die boeken schreef. Ah, ja. ja, kijk eens aan. Uh, voilà. Uh, Bridget Jones' Diary, de favoriete romcom van Abelie Albrecht. Uh. Zo... En kun je die dan uh, echt zo elke jaar bekijken? Ja, zeker wel. Ja, ja, ja absoluut. Er zijn veel films dat ik elk jaar kan bekijken, hoor. Dat we niet allemaal hebben gehad. Maar je hebt een hele kast vol, hè? Je hebt ook ja, ik ging het allemaal Het zit nu zo wel weg, ja. Er stond van alles voor en ik dacht... Oh, dus... Maar je hebt alles aan mij laten zien. Je, je, je kast bij Romantische Comedie, DVD-collectie. Vind yes. ik heel gaaf, hoor. Dat zelfs <laughs> jij een DVD-collectie hebt van één genre. Dat vind ik gaaf. Ik ben, ik ben de fokker van de romantische comedies. En nog heb ik like, van de 15 films hier vier niet gezien. Hebben we er vier niet gezien? Denk het ja. About Time, uh, Forgetting Sarah Marshall. Ah ja. Uh, it, it, en die Groundhog Day. Groundhog Day. Ah ja, en er moet nog eentje komen die ik niet heb gezien. Hola. Oh, ik ben benieuwd. Nou, alleszins niet ja. deze, want die stond bij jou op de tweede plaats. Pretty Woman ah. staat op de vierde plaats. Ook een, ja, ook een klassiek klassieker eigenlijk: hè. Uh, Richard Gere en terug uh, Julia Roberts. Uh, ja, vertel maar. Ja, uh, zij is een prostituee en hij pikt daar, ik denk, zo wat per ongeluk op. Of... Ja, hè? Het, is niet, het is niet dat hij een hoer zocht. Hè. Ik denk zo dat hij haar de... nodig heeft voor een of ander evenement. Dat, dat hij niet echt uh, wil neuken, maar uh, dat, hij het, ja. en dat hij ergens naartoe moet. Een ontmoeting is toch per ongeluk of zoiets. Ik denk dat hij zo in zijn auto stilzet en zo naar iets aan het kijken is en dat hij zo aan de raam komt. <laughs> ik denk dat het zoiets was. Zwat alleszins, en wilt u dan meepakken naar een event? En hij doet er niks mee. Uh, want uh, I don't kiss on the lips. Huh, want ja, ze kust dan uiteindelijk op het einde van de film wel. Uh, weet wel. Zo, daar. En ja, dan huurt u maar een heel weekend. Uh, super romantisch. Uh, every girl's dream. Uh, dan... Nou ja, het is wel Richard ja, Geer, dus misschien, ja, uh, yeah, whatever. Eh? Ja, en dan uiteindelijk, um, ja. Loopt hem er weer achter, zeker? Het is weer zoiets op ja, Ze zullen uiteindelijk wel uh, elkaar vriendje-vriendinnetje uh, worden. Ja, zo gaat dat eigenlijk wel. Ja, ja, ja. Dus uh, voilà. Maar leuke film. Ja. Want hij krijgt ook een makeover. Ook altijd tof in van die shitfilms. Allee, shitfilms. Is hij dat, is dat, dat ook een makeover? Ja, maar ze gaat dan zo naar een boutique en ze wordt dan zo bekeken, want ze heeft daar een hoerenoutfit nog aan. Ah, ja, en dan ja, ja, uh, ja, 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 uh, ja. vertelt ze dat dan aan Richard Gere, en die zegt van, we gaan samen een keer terug met zijn kaart dan. Ja. En dan gaan ze met al die zakken helemaal uitgedost zo terug binnen in die winkel, Dat is wel big mistake. <laughs> dus, maar dat is altijd wel leuk. Zo ja, 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 ja. De wraakactie zomaar, ja, ja. Ja, dat is, uh, ja... En Julia Roberts gewoon, hè. we hebben er meer nodig in. Nee, ja, Julia Roberts. Ja, die, ja, die, is, die is very likable. We love her. Ja, sowieso. Ja. Oké. Okay. Uh, Pretty Woman. Uh, Richard Julia, Ja, dat is ook gewoon een klassiek. Ik bedoel, ja, we zijn nu de top drie, de top vier. Ja, dat zijn allemaal uh, klassiekers. En ook de meest grote haters uh, moeten gewoon toegeven dat daar gewoon goede films zijn. Dat, je kunt je kun lullen waar je wil. Uh, 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 dat is dus. Ja, natuurlijk is dat een jaren Maar uh, nummer drie in de top vijftien uh, is Love Actually. Klassieker. Uh, dat is my. ook een klassieker. Terug van die Richard Curtis. Terug van diezelfde gast. Ik zeg, er staan vier films van hem in. Uh, uh, Bill Nye is die oude rocker. Colin Fur terug. Uh, uh, Emma Thompson. Ja, een heel. Uh... Maar die film is toch echt gemaakt vanuit het gedacht. We gaan hier zoveel mogelijk problematische verhalen op een hoop gooien. En dat zou wel leuk zijn. Toch? Ja. Die, die, die minister-president daar met zijn assistenten. Dat is niet oké. Okay. Die vader dat zijn zoon daar wil laten muilen met een wijf die verhuisd naar Amerika. Dat is niet oké. Okay. Allee, wijf. Mijn, mijn griepje. Is die elle? Er is, zo, er is zo nog iets, die, die stalker daar, dat, dat die bruid nee altijd zit te filmen om trouw. Ze zei: moest met zo'n papier voor mijn deur staan, ik bel de flikken. Allee. Nu heb ik eigenlijk zin om die, maar dat is, ik heb die al, al, al 15 jaar niet meer gezien. Maar zit nu heb die ik, in, ik eigenlijk. is al dus lang die, geleden ook bij mij, geen 15 jaar, maar. Uh, dus dat is een soort MeToo. MeToo, deze? Hahaha. You, Grand Lee of DC, call it first. Laura Liddy, Emma naam. Thompson. Wat, uh, wat is de naam? Uh, uh, professor Sneep daar van Harry Potter. Alan, Alan Rickman, ja. Ja, dat is ook echt een lul in die film. Dat is echt een lul. Er is niks leuk aan die film eigenlijk. Er is eigenlijk ah. niet veel leuk aan, maar wel een leuke film. <laughs> ja, ja, voor veel, heel veel mensen. Want jij had er niet op gestemd en ik ook niet. Dus heel veel mensen vinden dat goed. Want het is door de, door de mensen die. Voor veel mensen is dit zo de... Maar Rowan Atkinson is, denk ik, een, uh, is dat daar de Rowan Atkins waar die, die priester is? Die, ja, die... ja, dat is een film. Goh, ja. ja, voor veel mensen is dat. Kijk, je wordt gewoon gebombardeerd met verhalen dat je het gewoon eigenlijk niet meer ziet. <laughs> en het zijn allemaal, ja, het, zijn eigenlijk, het is eigenlijk een soort uh, drie, vier verhaaltjes uh, door elkaar heen. Hè? En er meer. Er zijn er zeven of zo. Ik zweer het. Ja, echt... ja. Heel veel. Dus eigenlijk zijn, zijn er allemaal mini afleverkjes van een, van een tv-reeks, waar ze één lange film van hebben gemaakt ja. eigenlijk. Ik heb daar een, een uh, Nederlandse variant op hè? Zot van A. Ah ja. Alleen varianten, ja. Zo nou, zo dat is, alles is Liefde is de Hollandse versie en dan is de Vlaamse ja. versie Zot van A. Ja, ja nee. dat is een dat is, dat is eigen... niet gezien, de... maar daar weet ik niet veel meer van. Maar nee, zo ook niet. Nee. Uh, allee, ja, want er zijn natuurlijk wel Nederlandstalige uh, um, uh, Roman romans comedies. Maar die staan dan niet in onze. Die blijven duidelijk niet hangen. Nee. nee. Er daar... hij nog een keer die, no, 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 romantische comedies. Um, maar dan gaan we top-tijden het het een keer zeggen waar ik heel hard van verschoten ben: dat dat daar niks van is. Dat dat er niet in staat. Maar ik heb nog hier een heel, een heel lijst. Uh, voor we gaan naar de top twee, uh, uh, wil ik nog eventjes. Uh, uh, ik heb normaal gezien, hopelijk, en als het niet is, dan moeten we. Maar Vanessa Morgan, de vrouw die allemaal horrorboeken geschreven heeft. Daar heb ik ook uh, 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 mee gepraat over haar favoriete romantische film. En daar gaan we nu even naar luisteren. Focus. Ah. <racht> voilà, ik zit hier tegenover Vanessa Morgen. Hallo Vanessa. Hallo. Uh, Vanessa kennen we natuurlijk van onder andere het boek uh, Strange Blood over vampierenfilms en Xander Rijk Rijken zijn favoriete boek When Animals Attack over uh, 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 beestenfilms uh, uh, films van beesten en, uh, uh, dat, oh het ligt hier nou niet maar de film over die, die kinderen waar we het ook al uh, over gehad over, uh, uh, ja, hebben je... ik heb er onlangs nog een gezien met kinderen in die nieuwe uh, In Search of Darkness komen er ook een paar uh, die wij ook besproken hebben uh, ja. voorbij uh, maar goed, ik wil weten, vindt een vrouw die eigenlijk van horen houdt ook romantische films, romantische komedies leuk? Oh, dat is een, een, een probleem. Je hebt mij die vraag gesteld al een, ja. een paar dagen geleden. Ja. Ik heb echt, denk ik, zeker een half uur of een uur zitten zoeken om toch maar één titel te vinden. En ik, ik ben aan de basis echt wel een romantisch meisje in deze ja. film. Maar voor mij het probleem met romantische films is dat ik die echt niet romantisch vind. Want ah, ja. bij elke romantische film dat begint altijd van dat mensen zo onaangenaam mogelijk zijn, dat ze ja. ruzie maken, dat ze elkaar ja. niet kunnen uitstaan. Ja, ja. En ja, ik moet dat romantisch vinden, en ik weet het niet. Dat werkt niet voor mij. Jordi vertelde er juist dat hij The Fly een romantische film vindt. Dat is inderdaad, uh, daar zit wel romantiek in. Ik daar denk zit wel een vorm van romantiek in, in hè? He? Ja. Ja, voilà. Dus, uh, en heb ik dan jou gevraagd, en heb je na lang nadenken, heb je dan uh, uh, Before Sunrise en Before Sunset en Before Midnight? Ik heb alleen de eerste twee uh, uh, op DVD en, en, en bekeken. Dat zijn uh, de want vanaf Before Midnight, de derde, ja. was het eigenlijk minder romantisch. Omdat ze dan echt wel... Dan zijn ze al, al ik weet niet hoeveel jaar getrouwd. Dan beginnen ze serieus ruzie te maken. Komt ah. de spul erin. Dus dan zit er ook weer veel geruzie in. Dus ik hou blijkbaar niet meer Frans met veel ruzie. Nee, je moet, ze het moeten gewoon breken. Maar toch is het romantisch. in, in De derde, in de zin van, van... Ook al zegt Ethan Hawke op een bepaald moment tegen Julie Delpy van Your Complete Nutcase... En dat ze onmogelijk is om mee te leven, dat hij ze toch graag ziet en hij ja. blijft ervoor gaan. Dus ergens is het toch wel romantisch. Maar ja. goed, dat is uh, Skip to the End. We zijn Before Sunrise is de eerste, die is uit 1995. Uh, Gemaakt door Richard Link-letter. Uh, met inderdaad Ethan Hawke en Julie Delpy. Ja. En uh, uh, dat zijn gewoon twee mensen die elkaar tegenkomen in de trein en dan een dag doorbrengen in wenen. Ja, absoluut. Dus uh, eigenlijk een soort van one night stand, uh, ja. letterlijk. Maar die wel hun, hun heel leven gaat veranderen. Het is een film die vooral gebaseerd is op dialogen. Ja. Dus het is heel weinig verhaal in. Het zijn gewoon twee mensen die babbelen constant met elkaar. Terwijl dat ze door het prachtige Wenen wandelen. Ja. En op die manier verliefd worden, maar die dialogen die zijn ook zo realistisch ja. en zo goed opgebouwd. Die personages zijn zo charmant. Je, ja, je wordt ook echt verliefd op die twee personages samen met hen, in feite. Het is ja. echt een schattig verhaal. Ja, ja, het is, het, het, als het niet in het mooie wenen en het pittoreske wenen zou zijn, dan zou het een beetje een saai toneelstuk zijn eigenlijk, hè? Is dat niet? Maar ik weet het niet. Voor mij is het echt wel, ja, die personages die maken. Nee, nee, maar ik bedoel, ja, nee, vormelijk bedoel ik. ik bedoel, maar, uh, maar inderdaad, het, het wenen, ja, dat maakt het natuurlijk nog mooier. Ja, dat, dat zorgt wel dat het ook filmische kwaliteiten heeft, bedoel ja, ik. Ja, inderdaad, ja. Uh, uh, voor de rest, ja, het is, het, het is echt puur over. Ik had de dvd, maar ik koop heel vaak uh, Duitse uh, dvd's, want uh, die, of dat via amazon.de is soms goedkoper. En die, en die film die, die begint. Wat zeg je? Het begon met Duits uh, Ja, geloof. dus ik mijn dacht ik de verkeerde audiotrack op... <laughs> dus ik denk oh fuck, die babbelen Duits. Ik heb de verkeerde audiotrack op en dan marcheerde er dan niet. En ik was zo in de war. <laughs> en, dan, en, en dan pas had ik door, ah nee, die moeten Duits. En ik dacht, waarom doet mijn ondertiteling het niet? Maar dat was of dat dat zo hoort. Ze en, zitten op weg naar Wenen. Ze we zitten ja, in de trein het en het, het is een Duits ruzie. Een, 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 een koppel wat Duits spreekt en ruzie maakt. En daarom gaat zij ergens anders zitten tegenover hem. Ja, voilà. Nu, ik vond het oké. Okay. Ik neem aan dat jij hem gezien hebt ook ongeveer toen hij uitkwam. Ja, inderdaad. Dus ik was zelf ongeveer, denk ik, onge min of meer dezelfde leeftijd, leeftijd als, als die mensen. Was. ik zat ja. toen nog op de universiteit. Dus uh, dat is inderdaad, ja, dat moet op dat moment geweest zijn, 95 ongeveer. Ja, nou ja. Ja, ja, dus ik kan, me voorstellen, oh ja, ik kan me daarom voorstellen dat dat uh, zo'n indruk gemaakt heeft. Ik, denk dat als je dat, ik heb dat nu gezien en dan komt het een beetje over als begin-twintigers die denken dat ze weten hoe het leven in elkaar zit en het eigenlijk niet weten. Zo'n zo beetje vervelende twintigers. <laughs> voor, ja, voor een oude lul ook, als ik. Wie, wie weet het wel als, als we twintig zijn? Dus ja, dat nee, niemand. Op dat vind nee, dat ik het realistisch. Het is gewoon, ja, ze zitten maar te babbelen terwijl ze eigenlijk over veel dingen er volledig naast zitten. Ja, ja dat is wel waar. Ja, en, en het is ook wel. Het zijn hele ronde personages. Want ze zijn soms ook een beetje irritant. En dat vind ik er ook mooi aan. Ze zijn niet consistent. Dus soms zeggen ze het ene en dan bedoelen ze eigenlijk het andere. En dan zeggen ze iets later. En dat is in die alle films wel zo. Dat ze in gesprekken soms... Dat ze in een voorgesprek hebben gezegd... Eigenlijk het tegenovergestelde zeggen. Of eigenlijk niet bedoelen of zo. En dat maakt ze heel menselijk. Ja, absoluut, absoluut. En wat dat, eigenlijk die film ook zo menselijk maakt en waarom het zo geslaagd is, is dat Richard Linklater het niet helemaal alleen geschreven heeft. Hij heeft wel de basis aangeleverd, maar die heeft dan samen met de twee acteurs aan de dialogen gewerkt. En om ja. het zo ja, realistisch mogelijk te maken, dat is echt... Aan het brainstormen waren, hoe zou jij reageren in die situatie? Wat zou voor jou een afknapper zijn? Uh, waarom zou je wel van die trein stappen, enzovoort. En dat ja. maakt het natuurlijk echt wel ...ja, mensen. In die, in die eerste film zit een scène met een waarzegster en, en, en zij vindt dat wel leuk en hij vindt dat eigenlijk bullshit. En hij typisch, wil een, wat ja. typisch is, hij, hij wil een beetje als man de, de, uh, whatever, de, 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 de voice of reason. Maar eigenlijk is hij ook wel de romantische van de twee. En dat is het wel aardige eraan, vind ik. Ja, 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 en dat ga je ook echt merken in, in de daaropvolgende films van ja. dat inderdaad hij het dan het romantische type is. En, en ja, ook wat ik interessant vind is dat zij nooit, ja, zoals je zegt nooit consistent is in wat dat ze zegt. Nee. Gaat aanzeggen terwijl dat ze dat nooit bedoelt en dan dan hoort ze ah ja, maar eigenlijk denkt hij iets anders dus dan ga ik mijn mening gaan aanpassen. Ja. Ja, ja. en zo zitten mensen ook een beetje in elkaar. Uh, 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 ja. Zeker als je iemand leuk vindt, praat je die ook wel een beetje naar de mond of zo. Dat is gewoon uh, wat we doen als mens. Ja, heel veel mensen doen dat, absoluut. Ja. Jij ook... niet? Doe jij dat niet? <laughs> minder dan vroeger. Ja. Als, als heel jong meisje, zeker toen ik hun leeftijd had, begin twintig, jaar, deed ik dat constant natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat je ouder wordt, doe je dat toch minder en minder? Doe je minder, hè? Ja, ik, ja. Ja, dat minder, ja, dat is absoluut waar. Ik doe dat ook niet meer, maar. Maar ja, daar... Ja, goed. Uh, uh, wat ik, of wat, dus het einde van, deze, van die eerste film is dat ze... Dus hij moet weg, uh, want hij vlucht terug naar, uh, naar Amerika. Naar Amerika, en deze Française... Ja, ja zij, zij, woont in, zij moet naar Parijs. En dan spreken ze af, over een half jaar zien we elkaar. Maar dat zien wij uh, als kijkers we we niet. Dat niet, nee. En dan is de tweede film uh, negen, negen jaar later, ja. ook letterlijk. Dus uh, Richard Linklater heeft elke film telkens negen jaar later geplaatst. Ja. En en dan uh, heeft hij over dat voorval een boek geschreven en komt in Parijs dat boek signeren en daar is zij ook. Ja. En dan blijkt eigenlijk dat ze allebei nog in dat moment zitten van toen, maar ook verder geleefd hebben. En dat is ook wel mooi, vind ik. Dat is ook wel mooi en ook het feit van, en dat vind ik dan ook weer zo, zo typisch voor, voor heel veel mensen, is van dat ze alle twee zo denken van, ja, maar de anderen gaan mij waarschijnlijk vergeten zijn. Ja, of ja. ik ben degene die dat belangrijk vond dat moment, maar de anderen waarschijnlijk niet. Ja. En daardoor gaan ze weer op, op een zekere manier zich gedragen, terwijl uiteindelijk blijkt dan van, nee, het was voor alle twee heel belangrijk. Ja. Ja, en aan het einde van deze film heb je wel het gevoel dat ze dan wel echt samenkomen. Dat, dat ze samen gaan blijven. Ja, ja. Maar ook hij, want hij moet het weer een vliegtuig is terug hebben. Maar... open in feite. Hè? Het ja. is zo van, ja, je gaat waarschijnlijk je vliegtuig missen. Ja, inderdaad, zegt hij dan. Ja, maar meer krijg je ook weer niet te zien. Nee. En dan, want die heb ik dus nog niet gezien. Maar ik wil, hem nou, ik wil nu wel de hele trilogie zien, want ik wil het nou wel weten. Dus. Maar die Before Midnight, dus de derde in de trilogie... Dan hebben ze effectieve relatie, zijn we negen jaar in die relatie. Ja, dan zijn ze negen jaar in die relatie. Ik geloof dat ze getrouwd zijn, kinderen hebben. Ah ja. En ja, de sleur begint erin te komen. Zitten, ja, ze moeten ook opofferingen doen voor elkaar. En dan begint er af en toe eens, eens ruzie te komen. En vooral dan Julie Delpie, die gaat dingen gaan interpreteren die hij zegt. Ah, Terwijl je ja. denkt van nee, hij zegt dat niet, dat is gewoon een interpretatie. Maar dat is ook weer typisch, hè? Dat is ja, zo, ja, zo ja, dat zo is heel menselijk. menselijk ja. Ja. Wat er natuurlijk boeiend aan is, is dat je inderdaad drie films hebt over een tijdspanne van 18 jaar. Ja, uh, met dezelfde uh, acteurs. Met dezelfde acteurs. Ja. En hij heeft dat in één film ook toegepast. Die Richard Linkletter heeft natuurlijk die film Boyhood gemaakt. Boyhood, ja. Waar hij datzelfde element, namelijk door de jaren heen met dezelfde acteurs, maar dan één in film. Één film. Ja, en ja dat, is, dat is een experiment, maar wel ongezien eigenlijk. Andere mensen hebben dat niet gedaan. Ja, ja inderdaad, en dit ook. Hè. Dat is... Uh... Ja. Uiteindelijk heb je dat nog nooit eerder gezien. Zeker het moment dat het, dat het uitkwam, was het echt wel origineel. Ja. Vooral in het begin dacht je wel van, ja, dit gaat gewoon één film worden. En dat was heel charmant. Maar om dan te zien hoe dat echt evolueert en hoe dat dan ook die, niet alleen de regisseur, maar de acteurs hun eigen ervaringen van het leven en de liefde daarin gaan steken... Ja. En, en hoe dat zij de dingen interpreteren, welke fouten zij gemaakt hebben... Ja. Dat, vind, dat, dat maakt het echt ja, heel herkenbaar voor veel mensen, denk ja, ik. ik. Ja, snap ik. Dat geloof ik. All right. Uh, well, before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight. Uh, ja, een, een bijzondere trilogie... Uh, 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 het is bij momenten iets te uh, 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 theatraal voor mij, iets te veel gelul, te weinig uh, uh, boog. Maar het is wel, ik bedoel, als je erover nadenkt, en vind ik het dan, daarom vind ik het bijzonder uh, filmisch, mm -hmm. omdat uh, blockbusters krijgen sequels, dramatische films krijgen zelden sequels. Ja. En dat is gewoon zo, andere, in, in die Ellen Jones, vijf films heeft het daar aan toe, maar een film over twee mensen die elkaar ontmoeten. Ja, dat... En alleen maar babbelen. En alleen maar babbelen, het feit dat hij een sequel krijgt, ja, dat is wel bijzonder. En dat is wel iets wat je niet uh, ergens anders al gezien hebt. Dus dat vind ik gaaf. Ja, ja. Maar ik ben heel benieuwd om uh, ja, de favoriete romantische films van alle anderen te horen. Uh, Wel, uh, uh, ja, we, we zitten nu halverwege de top 10 uh, die ik met Amelie aan het bespreken ben. Dus uh, uh, je ja. zal de hele podcast moeten beluisteren. Wat ja, op de dat zal 1. ik zeker <laughs> doen. En ik sprak enkele dagen geleden ook met Antony Palaya En die zei dan van, ja, mijn favoriete is... Uh, you've Got Mail. Ah, ja. Dan moet ik toch ook wel zeggen van inderdaad, die vind ik toch ook wel... Allee, toch bij een van de betere. Hoor. Ja, ja dat is Mac Ryan. Oh, uh, ja. Ja. is altijd leuk. Altijd leuk. Ja. All right. Uh, Vanessa Morgan, enorm bedankt voor het gesprek. Tot snel. daar. Tot dus, uh, Bye. Tot Voilà, dat was Vanessa Morgan over uh, Before Sunset en Before Sunrise en Before... Whatever the fuck. Oké, okay. dus dat was. Dat, dat was dat, dat, uh, top 2. We zijn er bijna. Allemaal lief. Spannend! Spannend! Op ja, de... dit is vooral spannend. Ja, zeg maar. Op de tweede plaats staat het, uh, de klassieker, wat mij betreft: uh, When Harry met Sally. Is wel nu... Wat is goed. want elke klassieker wat fokken betreft heb ik nooit gezien. Dus omdat ik het tegenwerk in het leven. Ja. Ja, die staat bij mij op de tweede plaats. Dus bij mij stond op één Groundhog Day, twee met Harry, met Sally, en drie voor Wednesday the funeral. Ja, dat is een film uit 89. Dus ik weet natuurlijk, ik, ik weet gewoon wanneer dat uitkwam. Misschien en, het leeftijdsverschil, dat zou wel een keer. Ja, hè? Want uh, ja. dat is uit de periode. Uh, want we hebben natuurlijk uh, Julia ja. Roberts en, ja. en uh, uh, Andy McDowell, die McDowell, de queen van de romantische comedies. Maar Mac Ryan is daar ook een tijdje geweest. Ja? Dus de, met de, uh, you've, de... got you've Got Mail. You've Got Mail. En Sleepless in Seattle. En dan had je ook City of Angels. Dat was weer gewoon puur romantiek. Maar die, die, die had ook mm -hmm. een aantal van dat soort uh, uh, ja. films. En, en, en dit is er een. Uh, waar, samen met Billy Crystal. Natuurlijk ook uh, ja, een soort comedy. een uh, uh, belangrijke meneer is. En, en van deze film. kennen we allemaal. Zelfs als je die film nog nooit gezien hebt. kennen we die scène. Dat zij zegt: Het is niet zo moeilijk om als vrouw een orgasme te faken. En dat ze dan, dus Ze zitten in een diner, ze zitten te eten. En zij begint in die diner een orgasme te faken. Ja. En, en hij zit er heel uh, vervelend bij. Hè? Hij ken er Herken tegenover. Ja. Je, je kent die scène. Want dan ja. zegt zo'n vrouw aan de andere tafel: I'm having what she's having. Zegt die, ja. zegt die vrouw. En dat is een soort klassieke, klassieke scène. Waarin zij even. Die gast te kakker zet. Van, ik zal wel, want hij zegt natuurlijk: Ik zal wel weten wanneer ze klaar is gekomen. En zij zegt: Ja, nee, dat weet nee. je helemaal niet. Want ik ga nu even live klaarkomen. Uh, 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 voor te faken. En dat is, dat is geniaal geschreven en fantastisch gespeeld. Dat is echt heel goed. En, en ik bedoel, als je een scène, zo -zo scène in je film hebt. dat is een beetje zoals die, die, die uh, psycho-douche-moord-scène. Uh, Iedereen kent ja. dat. Je hoeft die film nooit gezien te hebben. Je weet dat ja. dat bestaat. Er is ook zo'n scène van in de nummer 1, dat we straks gaan, dan is er ook zo'n scène. Ja. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, voilà, dat is oké. Okay. Ja. Een, een scène die iedereen kan quote, Gaan daar komen we zo op. Dus dit gaat ook over uh, mensen die eigenlijk vrienden zijn. En dan toch uh, 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 gaat seks hun uh, relatie verneuken of gaan ze toch, uh, worden ze toch een vriendje vriendinnetje. Ja, uh, vlot geschreven. Die Nora Ephron, die dat geschreven heeft, die heeft ook uh, die andere dingen geschreven, denk ik. Die heeft ook. Uh, oh ja, die heeft ook. You've Got Mail en Bewitched en zo. Die heeft zo een aantal uh, dingen geschreven. En die Rob Reiner, dat is de regisseur, uh, uh, die heeft ook. Uh, uh, This is Spinal Tap, The Story of Us. Dus dat is ook iemand die binnen dat ook wel andere films ja. gemaakt heeft. Ja. Zeer leuke film. Uh, uh, ga je ook echt wel mee amuseren, hoor. daar ben ik zeker van. Oh, ik heb kijken. Mac Ryan ja. is ook wel graag bezig. Dus, uh... ja, die is... ja, ik vond die ook heel erg leuk. Ik moet daar ook altijd aan denken bij Mac Ryan. Er is zo één film, die is niet zo bekend, maar is ook wel een romantische comédie, En Die heet French Kiss. Naam zegt hij Dat is in, uh, ja, in Frankrijk, Fil film uit 1995. En daar speelt Kevin Klein een Franse gast. En zij, is ook, zij, is, zij vliegt naar Frankrijk om haar ex of haar vent te, te, te confronteren. Ze gaat even die gast opzoeken, weet je wel, zo op de bonnefoy. En komt daar Kevin Klein, wat een beetje een uh, Franse gast is. En die zei, Ja, dat is ook heel grappig. En daar zit een scène in die ik, waar ik altijd aan moet denken als, wij, als ik zo ergens. Die loopt daar door Frankrijk, maar die moet ergens zijn. Maar dat, zijn al, ja, dat is Parijs of zo, weet je wel. Dus die ziet er Notre Dame en, dit en, dat, en die zegt ze. Oh ja, hartstikke mooi, heel mooi allemaal, maar ik moet daar zijn. <laughs> oh ja, oh very nice, very nice. Great to be here, maar so ik moet naar daar. Ja. En zo loop ik ook heel vaak in de stad rond. dat ik denk van ja, 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 nee. dat is dat. dat, is dat. Ja, toen hebben <laughs> zo hebben wij in Disneyland rondgelopen. Zo hebben wij in Disneyland rondgelopen. Dus uh, dat is uh, French, Kiss. maar goed. Dus Meg Ryan, I love her. De nummer één. We yes. zijn er. Dus nee, dat... Niet verbaasd. Nee, hè? dat is toch een ja. beetje de, de terechte nummer één. Uh, was ook... Stond hij, uh, bij jou stond hij er ook niet, bij mij ook niet. Dus dat is puur door... Uh... Ik heb hem wel dan nog gestuurd, want ik heb echt zo vijf films gestuurd. Oh, en dingen nog, en dingen nog. Ah, ja, ja, ah. En daar stond hij ook bij, ja, ja, ja. Daar stond ja, hij daar, ook daar wel bij. bij, ja. Maar ik, ja... Uh, bij mij stond hij niet in de top vijf. Notting Hill. Notting Hill. Omdat Juna ik haar, Roberts. haar eigenlijk echt een beetje een kut vind in die film. Ja, haar? <laughs> ja, ik vind dat echt geen... Allee, dat is echt niet zo'n... Die... Die, goh, van, van mensen bedotten gesproken... die wil ja, ja. iemand met hem. Hè? En hij is zo... hij is echt wel echt een good guy. Zo. Ja, dus... En... Hè, voor, de, voor die twee mensen die, ja. die die film niet gezien hebben... dat kan eigenlijk niet, want iedereen heeft die gezien. Een film ook weer geschreven door Richard Curtis. Hè? Die hebben we al honderd keer voorbij horen komen. Uh, Hugh Grant heeft een boekenwinkeltje... in, in, uh, in uh, Notting Hill. In die uh, wijk in, uh, in, in Londen. Julia Roberts is een grote filmster... die daar een boek gaat kopen... Uh, dan uh, per ongeluk uh, 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 fruitsoep over hem heen krijgt. Uh, voor haar heen krijgt. En dan uh, kussen ze bij hem thuis. En, ja. dan, en dan. En hij uh, heeft ook geen idee wie ze is. Hij weet, hij weet eigenlijk niet wie ze dan is. Wel en, en... en dan weer wel. En dan blijft ze toch. Heeft ze een lief elk Baldwin is ineens er lief. Uh, 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 die Rice Evans die zijn huisgenoot speelt. Is hilarisch. 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 En ook daar zit een scène in. Zij gaat mee naar het verjaardagsfeestje van uh, zijn. Zus. Zus. Nee. Ja, ja, wel, ja. van zijn zus. Heel crazy. Wow. Die, die een beetje zot is. En daar breekt haar ijs. Van. Ik bedoel, daar wordt zij eigenlijk ja, ook ja, verliefd ja. op hem. Op die huiselijke, leuke, uh, familiale. Uh, want dan doen ze ook een wedstrijdje. Wie is er het slechtst aan toe? De laatste Brow. Ik heb hem net gezien, dus daarom weet ik het nog. De laatste Brow die is voor de lo grootste loser. En dan doen ze op zijn beurt het verhaal. En dan wil zij aan het einde ook zeggen: Ja, maar ik ben wel een grote filmster. Maar eigenlijk heb ik, ik kom ik uit een, een slechte relatie. Ik heb dit. Ik heb al tien jaar niet fatsoenlijk gegeten omdat ik dit gewicht moet blijven. En dan kijken ze die zo aan en zeggen ze: nee. Ja, fuck you. Fuck off. Ja. Maar eigenlijk moet ik wel zeggen: dit kan veel onrealistisch zijn als een romantische comedies. Maar dat is wel niet zo onrealistisch als je iemand in zo'n context ziet. Ja, dat, dat vind ik eigenlijk wel altijd. Ik vind dat veel, een veel logischer uh, verhaal dan, dan als ze zo eerst vijanden, dan vrienden. Snap je wat ik wil nee, zeggen? Nee, nee, nee. Dat dus ja, klopt. Dat dat veel terugkomt vind ik normaal, want dat is dat even iets of zo. Dat ja, is... ja, je hebt heel veel films die dat gaan dingetje. over opposites attract. En in dit geval is de opposite, zij is een grote Hollywood filmster en hij is gewoon een man van de straat. En dat ja. is daar de opposite. Maar ze zijn niet van, uh, we vinden elkaar in het begin niet aardig, aan het einde wel. Nee. Dat, is, dat is hier niet zo. Nee. Maar uh, ja. ja... Ik, ik, vind haar, ik vond het de... wel echt een heel mooie film. Ja, ja absoluut. Ik ook. Hè. Maar zij is gewoon niet zo sympathiek. Daarmee, kunnen we het daar niet om in de top 5 te staan. Ja. So, oh, ja. Julie. Uh, ik heb Pretty Woman dan maar gepakt. Maar uh, ja... ja dat, dat, dat ook wel Julia Roberts is. Dan... Nee, het, het, er zit ook wel die scène... Want die was ik helemaal vergeten. Op een gegeven moment zitten ze met z'n tweeën ergens te eten. En horen ze een tafeltje verder. Zo mannen zeggen, ja, die, uh, die filmster zou ik wel neuken, of die filmster ja. dat is een hoer, en dit en dat. En, zij, ho en die horen dat. Want die en, hebben en... gewoon Pretty Woman gezien. Net. Okay, ja, lang. die hebben <laughs> gewoon Pretty Woman gezien. Uh, ja. en, en dat is wel een goede scène, want hij wil haar dan verdedigen, dan gaat dat gaat ja, dat heeft geen zin of zo. Maar dan gaat het wel over van, ja, zo simpel is het niet om filmster te zijn. Alle, het, is, het is natuurlijk een luxe probleem, maar dat mensen zo met je omgaan, en dat je... Uh, uh, als jouw relatie gedaan is. Ja, dat is bij jou ook. Je hebt nou ook een relatie, dat staat ook ineens in de dag, allemaal, of weet ik van wat. <laughs> dat is toch? Ja. ja, jouw privé uh, is een gemeengoed. Ja. En ja, dat is niet oké. Okay, ja, bedoel, dat is niet leuk, hè? Nee, ja, ja. Ja, niet leuk. Ja, dat is een ander niveau natuurlijk. Ja. Maar... Nee, dat is, ja, dat is ja. inderdaad nog een andere level. Ik denk niet dat ik rap iemand achter mij op het restaurant ga horen vertellen dat ik een hoer ben. Allee, ja, dat nee, is wel... laten we het niet hopen. Nee. <laughs> oh ja, nog een bijzonder feitje van deze film. Daar zit een vrouw in waar ik al heel mijn leven verliefd op ben. Uh, mm -hmm. ja echt waar ik die, Als die nu hier aanbelt, dan, dan trouw ik ermee. Dat is echt maar waar. Maar ik denk dat die bar wel niet zo high is, hè? Nee, dat is waar, dat is waar. Maar <laughs> zeker zeker nu niet uitstukken? meer, zeker <laughs> nu niet. Nee, uh, uh, Gina McKee, dat is een actrice en die speelt de vrouw in de rolstoel. Ja, ja, ja. En dat vind ik echt een ongelooflijk mooie, gave dame. En die heb ik voor het <laughs> eerst gezien in 1993 in de film uh, uh, Naked, wat een van mijn favoriete films is. En de scène dus ja, het gaat over een man die uh, ronddwaalt in Londen. Uh, uh, S'nachts, want die heeft even uh, geen huis. En dat, dat zijn allemaal scènes van mensen die hij tegenkomt. En een daarvan is uh, uh, dan met diezelfde actrice. En dat is een ongelooflijk mooie scène. Uh, uh, waar ik echt verliefd ben geworden op die actrice. Um, en, en ook hierin, zij speelt ja, een gehandicapte vrouw in een rolstoel. Maar die liefde tussen haar en haar man... Ja, ik, dat, dat breekt mij. Ik vind haar echt heel... Dat speelt, ja. De spelen die met twee heel goed. En dat is gewoon... Ja, ik vind haar ook oprecht een heel, heel... Ja, mooie vrouw. Een heel mooie mevrouw. En waar kennen we die nog van? Goh, uh, ja. Allemaal, allemaal kleinere dingetjes. Uh, die, die speelt wel elke, elk jaar in de film. Maar niet, niet per se heel bekende dingetjes. Maar dat is die, die vrouw in de Ook een nachtkastje. Uh. Ja, ja. Nee, maar die ma zelfs, zelfs al was ze gehandicapt, mag ze nog <laughs> aanbellen. Ik sta er voor je, Gina. Hier ben je niet boven. Gina, bel mij. <lacht> <lacht> ik zou eigenlijk wel niet. Nou, Oei, ja, die is wel. Die is van uh, 64, die is acht jaar ouder dan ik. Doet er niet toe, Gina. Ik sta er voor je. Bel me. Bel me. <laughs> ja, heel mooi mevrouw. Maar goed, dus dat ik heel. Ja, wat vinden we er nog? Uh, uh... Het, ah ja, de zijde. Ja, ja, yeah. I'm just a girl standing in front of a boy. A boy. Yeah. A man, whatever dat is. Da, da dat weten de, we ook. Uh, okay. Maar dan is ze ook weer weg en dan is het weer zo. Want als we het nu over het realistische ervan gaan hebben. Uh, dat ze op die persconferentie. Ja. Dat hij dat zo graag gaat stellen. Dat zal nooit gebeuren. Misschien in Amerika. Het is heel Amerikaans. Het is heel Amerikaans. Alleen kun je dat nu voorspellen. Dat is mega weird. Ik zou mij als journalist daar mega ongemakkelijk voelen. Ik zou denken, mannen, bespreek dat eens thuis. Ja, zo maar, maar moeten we dat nu hier... Nou, zo, als, je hebt me gezien. Gaan we zo even daar even babbelen? Moeten we dat nu... Maar dat is maar in die fucking... Uh, ten, uh, uh, How to lose a guy 10 days is hetzelfde. Dat, ja, ja, dat is ook zo. Uh, uh, zij komt erachter dat hij uh, uh, dat doet en, en andersom. En zij gaat ineens op een podium Die gaat niet gewoon weg. Ik zou gewoon weggaan. Die gaat niet op, Die gaat op een podium zeggen En nu gaat hij een liedje zingen. Dag! En, en dan moet ze mee een liedje zingen. En dan zingen ze met z'n tweeën heel vals, George Veen. Maar dan denk ik ook van: nee, niemand ja, op de raar, hele hè? wereld doet dat. Dat in romantische comedie is wel een dingetje om zo. Bridget Jones, die dan uit haar huis loopt met enkel een onderbroek aan en topje. Het ja. zal nooit gebeuren, hoe zottig ook zijt. Nee, nee. Zo, dat die van die, die, die genoeg... halve seconde om een, om een broek en een trui aan te doen, die heb je nog hoor. Die heb je. <laughs> en ook in een romantische comedie moeten we ook aan het einde, dat is ook in Notting Hill ook zo, moeten we op tijd ergens zijn. We ja. moeten met een auto, met de brommer, met de... Wat even, een fuck, moeten we naar het luchthaven. halen. Ja. We moeten ergens op tijd zijn. En we ja. zijn er ook op tijd. Het hele nee, nog... Hoe goed zou het zijn dat er een romantische comedie is? We moeten er op tijd zijn. Ah, gates closed. Ah, ja, ah. ja. En die heeft die job dat die heeft gekregen aan het andere einde van de wereld heel goed gedaan. En die doet goed. dan nu nog altijd einde. Alle einde. En ze is heel gelukkig. Fuck you, McGonaghy. Nee, maar dat is toch... Dat is, we, moeten altijd, we moeten altijd heel erg ergens naar rijden. En snel. In Nothing Hill ook. En dat is funny. En dat is goed gedaan. Maar dan is ook zo van... Oh, Oké, okay, we, we moeten weer snel. Oh, snel. Ze, moet, ze gaan het op de luchthaven. Oh, nee. Ze moeten daar. Oh, fuck. We gaan iets publiekelijk. Het is altijd hetzelfde. Maar goed, dat is niet erg. Right. Uh, Rice uh, Evans, uh, die... Uh, wat, ook, uh, wat ik wel heel goed vind, is die... Uh, dat is echt een mongool. Waar je die ook denkt van... Gast... Je bent echt een hele grote niksdut. Maar die zegt wel af en toe de waarheid. Dat is wel goed. En die, die Spike, die gast die Spike speelt. In ja, 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 ja. Op een gegeven moment zit hij zo te vertellen. Ja, en ik heb er, dus na die scène van uh, I'm Just a Girl. En dan zegt hij: Ja, nee, we gaan het toch niet doen. Zij druipt af. En hij bespreekt dat met zijn vrienden. En die vrienden die zeggen: Ja, nee, we hebben wel gelijk. En hij komt binnen, hij zegt: Hoe je hebt die afgewezen? Ik ben de bielman. <laughs> nou, nee, dan zeggen die ah. andere mensen: Ja, ja, zijn we gewoon waar. <laughs> Ja. Ja, en, dan, en dan springen ze in de auto om die toch terug te gaan halen. Dat is, dat is dat... En ook, die moeten allemaal mee. Waarom, ja. waarom kruipt ze met fucking 17 in één auto? Dat dan, daarom ook weer, dan breekt mijn hart. Dan zegt die andere... Jij tegen die vrouw in de rolstoel, jij gaat ook mee. En die pakt die uit die rolstoel en die zet die dan in die auto. Ik en dan weet niet of ze aan andere actrices zijn of dat je evenveel gevoel had. Zo. Dat is 100%. Dit waar. Mega raar om u zo. Oh my god, dan breekt een hart. Nee, dat is echt waar. Ja, ja. Echt waar. Daar nou, is ik echt zoiets. Oh ja, die mag ook mee. Tuurlijk moet die ook mee. Want dat is Gina McKee. Ja, sowieso. <laughs> Excuseer. Nothing Hill, de beste romantische komedie volgens het Interwebs. Uh, uh, en, ze hebben, en ze hebben gelijk, want ik, heb, ik zeg het, ik heb hem daarnet zitten bekijken, en ik heb me geen seconde verveeld. Uh, ja. Er zitten echt een paar plot twists ook in. Op een gegeven moment komt hij bij haar uh, in de hotelkamer, ergens in het begin. En dan, uh, dan staat die, uh, die, mee, die ja. dat ex-lief, die eigenlijk bolt is dat daar. Dan zie je van geen seconde aankomen. Dat is echt een goede wending. Ja. Uh, ze, ze geven haar inderdaad wel een randje van arrogante filmster, maar die dan net genoeg uh, uh, lief is om niet uh, te irritant te zijn, in mijn hoofd. In mijn beleving. Uh, hè, allemaal... <laughs> en ook hetzelfde andersom. Ze geven Hugh Grant net genoeg ballen om niet helemaal een wimp te zijn. Weet je wel? Het is om draaien. Ja, 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 absoluut. Ja. Want zij moet, dat is wel vaak bij dat soort films, de vrouw moet het initiatief nemen, wel meestal. Als het bij Hugh Grant is, moet de vrouw het initiatief nemen. <laughs> want hij doet het niet, slappe zak. Dat is waar. <laughs> Voila, de nummer 1 uh, is gekend. Nothing Hill is de nummer 1. Nu, er zijn uh, ongeveer 50 films die ze niet genoemd hebben. Uh, uh, en jij zei net in de pauze al uh, uh, wat jou uh, opviel. Ja, zeg nog eens uh, wat jou. Uh, ja, Jennifer Aniston komt er gelijk geen ene keer in voor. Heeft echt wel veel. Uh, over, uh, de Miller's vind ik een heel goede. Roman Kennen die je? Ja? Uh, ja, ik heb die wel gezien, denk ik. En ja. Just Go With It is ook zo'n. Uh, ja. maar, en ook gewoon de break-up, wat heet die nog? Ah ja, de uh, break-up natuurlijk. Along Came poly vind ik ook een hele leuke. Ja, juist. is geen minder, maar er zijn er, zijn er echt, ben ik ben aan het kijken ook, er zijn er echt nog wel hoor. Um, de switch. Ja, dat viel mij op? He's not, just not that into you? Ja. De uh, uh, voilà, ja, nee. has it, ook een hele leuke. De uh, Breaker, uh, dat zei je net, zeg de break maar, ja. maar ja, voilà, ja, dus die heeft eigenlijk best wel uh, uh, veel uh, van dat soort films gespeeld. Nu, die zijn wel allemaal die zijn leuk, maar niet van het niveau van een Notting Hill of van een uh, Pretty Woman. Hè. Uh, uh, dat, dat niet echt, vind ik. Of wel. Loop ik mee, loop ik vast? Nee, nee, sorry, er is iets dat maakt niet uit. Uh, er loopt een beetje water, denk ik. maar dat maakt niet ah, uit. Ah, oké. Okay. Um, ja, sorry, wat zei je? Nee, dat dat was Dat dat was niet het niveau van de. Dat zijn leuke films, maar niet van het niveau van een Notting Hill of A Pretty Woman of een When Harry Met. Sterling. Nee, misschien niet, misschien niet. Uh, ja, nee, dat is wel waar. En, en wat zijn nog andere dingen die, die jij uh, heel erg leuk vindt? Ghosts of girlfriends past. Heb je die al gezien? Dat ken ik zelfs niet. Nee, nee. Echt, ik denk dat je die wel tof gaat vinden. Ah ja. Het is eigenlijk over, um, dat is mij uh, Matthew. jou. Kan je daar? Mag niet? Ja. Um, dienen. Hoe zit het nu weer? Dienen. Ja. Ik, ik denk, uh, er komen zo. Ja, nee. Het zit gewoon in de titel. Er komen oude uh, girlfriends terug. Alleen of toch één. alleszins. zijn allereerste liefke als ghost. Ah, ja. En die loopt wat achter hem. Uh, en uh, ja, die overloopt zo wat, wat hem allemaal heeft uitgestoken. En het loopt dan zo wat parallel met. Uh, allee die, met of, ik weet niet meer. Een soort event waar het hem is. En ook zo'n oude jeugdliefde die hem shit heeft behandeld rondloopt. En hij, begint dan, hij wordt dan zo wat een good guy. En dat, dat is het verhaal. Oké, okay, uh, ja. Matthew Mahogany, uh, uh, Jennifer Garner, uh, Michael Douglas en uh, Lacey Chabert. Ja, dat zijn wel allemaal leuke. Robert Forster. Hele oude, oude, gave acteur en archer. Emma Stone zit daar ook in. Emma, Emma Stone zit daar ook in. Ja, ja dat is uh, een, uh, een oude girlfriend. Die right. Had ik nog nooit van gehoord. veel bij 2009. Ghost ja, of Ben Ghost ik hier aan het zien worden. wat ik nog had gezegd eigenlijk? één uh, die er net niet in stond. Uh, die echt op, zo, op de zestiende plaats was: 500 Days of Summer. Uh, ja. Die ik wel gezien heb, maar daar weet ik ook niks meer van: Hitch. There's Something About Mary. Oh ja, waar we net zeiden, 10 Things I Hate About You. 50 First Dates. What Women oh. Want. Inderdaad, we're The Millers. Uh, daar is wel op gestemd geweest. Oh, What Women Want is eigenlijk ook echt een... Ja, nou, dat is echt wel een goeie. Ja. The uh, Hangover vind ik niet echt een romantische komedie. Dat is geen romantische komedie. The uh, Notebook vind ik ook niet echt een romantische komedie. Geen komedie. Uh, One Fine Day. No, uh... ik heb je de notebook nog altijd niet gezien? Nee, nee. Ik, ik, ik spaar die op voor geen u. Romantische dat is toch geen romantische komedie. Dat is toch niet om te lachen. Nee, dat is waar. Maar veel. Ah. Ja, ik weet wel, ik, ik weet wel een jaren wat een film. Is <laughs> ik dat. weet ook dat Star Wars geen romantische komedie. <laughs> 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 wat heb het al gezien? Zie <laughs> nee, wat het is. Waar. Uh, uh, it's Girl Friday. He's he's just not that into you. Fans with benefits. Devil wears Prada. As Good As It Gets, Along Polly, ja, 40 ja, Year Old ja, Virgin, ja. Allemaal, allemaal leuke films. Ah ja, een vriendin van mij had mij ook uh, ooit Love, Rosie. Heb je dat ooit gezien? Nee. Ook wel heel tof. Ook wel tof. Ja, dat was haar favoriete. Daar heb ik die ook... kan altijd leuke mensen vragen, wat is je favoriete film, om, dan, om die dan te kijken. Zeker als het een ja. genre is wat, niet mijn, uh, wat, niet, uh, wat ik niet normaal zie. Dit er wat, wat nog echt een genre gaat zijn? Tenenkrullend voor u, maar dit is wel subgenre van dit. Ja. Zijn van die kerst romantische komedie. Ah ja, dingen die rond Die kerst zijn vaak spelen. ook briljant, zo cringe, zo goed. We gaan ik, deze kerst zo, gaan wij er, een romantische kerstfilm gaan bekijken. Ja, ik heb er daar nog niet keihard veel van gezien, sowieso niet, maar. Uh, zo rond kerst zit ook op Netflix. Zo, dan leest even die korte in En dan denk ik: Ja, het is gelijk die drie dat ik al heb gezien. Die gast van die film van Jordi, dat is Happened One Night. En dat is een film, hè? Dat is die oude, dat is oude film. Maar er is ook een andere oude film die zich ook tijdens kerst afspeelt of die kerstfilm is, waar we het net over hadden. En dat is uh, uh, It's a Wonderful Life. En dat is blijkbaar ook. Dat is niet echt een dat is meer een soort dramatische film. Maar dat is ook wel. Ja, dat komt soort... in uh, Friends op ja, dit ja, ja, moment voilà. uh, kijkt Phoebe daarnaar uh, om haar eigen op te beuren, omdat haar moeder haar nooit het einde van slechte films liet zien. dat ja. ze stopt met kijken door de drama. Zo wat. Ja, ja, ja. ja. ja dat heb je eigenlijk Die Hard heb je dat eigenlijk ooit gezien? Nee. <laughs> Adeline, hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu dat jij Die Hard nooit gezien hebt? Nee, ja. Kijk, Dat, dat kan. is de film van Friends. Ja, ja, maar ja, dat is ja, niet Friends. Oké. Okay. We gaan een Die Hard aflevering uh, maken bij jou. Dat we gaan nog we... veel afleveringen maken. Ik heb wel alles de de willis Willens aflevering gedaan. Maar goed, we zullen sowieso een Die Hard... Het Wat zeg je? zet het mee op het lijstje. Ik zet het mee op het lijstje. Uh. Op het lijstje. Die Hard bij Amelie Albrecht, sowieso. Uh. All right, romantische comedies. We hebben ze allemaal gezien. Ik heb er eventjes genoeg van, geef ik wel eerlijk toe. Want ik heb er op, uh, op ik een heel weekend... Heb je er gekeken is... vandaag of niet? Of heb er meer... Ik heb er vandaag drie gekeken en gisteren ook twee. Dus... Uh, Oh, dat zou ik zelfs niet aan kunnen kijken. Nee. En, dan, nee, ja, dus ik heb, en dan, ja, voilà. dus ik heb wel even mijn ding gehad. Maar ja, dat hoort er nu helemaal bij. Ik vind dat ja, ook wel leuk om te doen hoor. En ook bijvoorbeeld, ik zeg het, die oude film. Ja. Ik vind dat wel tof. Ik, dat, dat is iets wat ik normaal dat niet zie. En dan nu voor de podcast moet bekijken. En ben blij dat ik het gezien heb. Dus, nou, uh, yeah. voilà. Amelie Albrecht. Geniet van je Valentijn. <laughs> en uh, heel erg bedankt voor het gesprek. Ja, graag gedaan.